Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij het slotwebinar van de leerstoel Onderwijs Arbeidsmarkt bij het COP. Hartelijk welkom hier in de zaal en hartelijk welkom ook u thuis of waar dan ook in de livestream. Mijn naam is Patrick Baarnis vanuit het COP en ik ben vandaag uw moderator van dit prachtige gesprek op een memorabel moment. We hebben even, voor ik van start ga, een paar huishoudelijke mededelingen. We beginnen om stipt om 3 uur en we eindigen ook stipt om 5 uur. Dat is in ieder geval een belofte aan onze kant. Mocht u thuis op de livestream zitten, dan kunt u via de chat vragen stellen. Die komen dan hier bij mij op de iPad binnen en kunnen we dan ook aan de hoogleraren stellen. Het is een openbaar debat. Het is voor de mensen hier dus belangrijk om te weten. Er wordt een video van gemaakt voor de website en op YouTube en een verslag. Dus dan moet u dan ook maar even kijken of u wel of niet uw naam wil noemen, want die komt dus in de openbaarheid. U kunt hier in de zaal gewoon vragen stellen. Steek even uw hand op, dan komt onze onovertroffen Rob, mijn collega, langs met de microfoon om de vraag te stellen. Uiteraard of de telefoon uit kan, dat is altijd handig bij zo'n live debat. En na afloop krijgen de mensen hier in de zaal allemaal een boek mee en is er een borrel. En u thuis krijgt de link voor het boek waar u nu dit prachtige boek, en het ligt hier al iets verderop, kunt gaan lezen. Nou, hartelijk welkom. Hartelijk welkom ook natuurlijk vooral aan beide hoogleraren, Frank Curvers, Mark van der Meer. En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan de voorzitter van onze prachtige stichting Leerstoelen COP, Geert ten Dam, die straks allemaal nog aan bod komen. Ik zal u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze leerstoel. Want het is nu 10 jaar en het is ook het einde van de leerstoel en van de leerstoelhouders. We stoppen met de leerstoel. Maar de oorsprong is ietsje langer geleden, was het kabinet Rutte 1... waarbij de staatssecretaris Halbe Zijlstra dacht met de toenmalige directie leraren onder leiding van Hans van der Vlucht, helaas afwezig, vanmiddag hadden we nog uitgenodigd, maar was verhinderd, die bedacht, we zouden toch het lerarenbeleid wat centraler moeten stellen en moeten zorgen dat we daar ook een wetenschappelijk tintje aan geven, zodat we de verbinding tussen wetenschap en praktijk veel beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Want er gebeurde al veel vanuit de praktijk. Dat was eigenlijk het grote idee achter de start van de leerstoel, die dus 10 jaar geleden in april 2013 startte met een oratie van beide hoogleraren in juni 2014. Toen hadden we inmiddels een nieuw kabinet Rutte 2, Rutte Ascher, waarbij de staatssecretaris, in dit geval Sander Dekker, met de minister Jet Bussemaker de lerarenagenda presenteerde met 7 punten. En de hoogleraren vanuit de leerstoel eigenlijk ook reflecteerden, meedachten en aanbevelingen deden rondom de lerarenagenda, zoals die door het toenmalige kabinet gemaakt werden. We zijn nu 10 jaar verder. We blikken straks voor een deel terug. We kijken wat de stand van zaken nu is. En we zullen ook straks vooruitkijken met aanbevelingen voor de toekomst, want tenslotte zeg ik dan altijd maar als oud-geschiedenisleraar, je leert altijd van het verleden ook richting de toekomst toe. Het programma hebben we voor een groot deel hier staan. Dat betekent dat we het boek straks gaan aanbieden. Dat we ook de beide hoogleraren een korte presentatie geven rondom hun thema's vanuit de leerstoel, waarbij we ook de mogelijkheid is dus om vragen te stellen. Daarna zullen we ook het doorgeven richting de toekomst. Daar vraag ik mijn collega Ruud van der A voor naar voren. Daarna hebben we een korte discussie met elkaar. Natuurlijk een dankwoord van de hoogleraren. En daarvoor nog de voorzitter van de leerstoelen, Geert ten Dam, naar voren. En dan sluiten wij om 5 uur af. Dat is in het kort het programma voor vanmiddag. Ja, en dan zul je altijd zien dat je hier live staat. En dan ziet u nu voor u staan aanbieden van het boek. En de twee hoofdrolspelers aan wie wij het boek wilden aanbieden, zie ik nog niet zitten. Dus ik neem aan dat ze er straks aankomen. En dat we nu... Komen ze er ook aan? Nu? Dominique? Oké, nou ik stel voor dat we dan heel even wachten. We gaan gewoon door. En ik wil heel graag als eerste naar voren vragen Frank Curvers.
Frank, welkom. Ja, Frank, we zijn nu 10 jaar verder. Jij gaat ons straks meenemen in jouw oratiepunten. Destijds vielen mij daar 2 dingen heel erg in op. De eerste ging over de loonkloof. Daar heb jij toen een belangrijk punt van gemaakt. De salariering in het onderwijs. We zijn nu 10 jaar verder. De loonkloof in PO en VO is gedicht. Onder andere door PO in actie en de andere vakbonden. Is het punt daar nu mee opgelost? Wat betreft die loonkloof, op dit moment wel. Dus tussen PO en VO. Ik ben toen niet expliciet op die loonkloof tussen PO en VO ingegaan, maar meer op de achterstandssituatie van leraren in het onderwijs ten opzichte van de marktsector. En dat het niet marktconform was. En daar heb ik tot vervelens toe, denk ik, in mijn oratie, althans ik heb van sommigen gehoord dat ik wel erg veel nadruk legde op de salarissen, en van anderen gehoord dat salaris, je doet het niet alleen voor het salaris. Hè? Dat soort geluiden heb ik wel teruggekregen. Maar het was ook tegelijkertijd munitie voor de vakbonden, denk ik. Ik heb mijn oratie uitgesproken in juni 2014 met Mark. En het was munitie voor de vakbonden van, een hoogleraar, een bijzonder hoogleraar, heeft er een punt van gemaakt. En de vraag is het daarmee opgelost? We weten eigenlijk op dit moment, voor zover ik het heb gezien, niet goed de verhoudingen tussen de salarissen in de leraar en de marktsector. De recente cijfers daarover heb ik niet gezien. Er is wel heel veel al gedaan, zeker voor het PO, maar ook voor de andere, voor het VO. Het is alleen zaak om het nu ook actueel te houden. En we hebben natuurlijk nu een uitdaging omdat de inflatie enorm hoog is en dat veel andere sectoren ook heel veel loon erbij krijgen. En dat moet ook voor het onderwijs gebeuren. Ja, oké, dankjewel. Je gaat ons er straks nog meer in meenemen. Ja. Ander punt uit jouw oratie ging natuurlijk heel erg over imago. Ja. Rond het beroep van de leraar. Ja. Als je nou naar 10 jaar kijkt, is daar nou heel veel verbetering in gekomen? Is het een populaire beroep? Je heeft het onderwijs meer waardering gekregen in al die jaren? Ja, ik heb het imago onderzocht samen met collega's van ICORIS, het onderzoeksbureau. Dus, en vanuit het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt waar ik werk, heb ik in 2016 hebben dat onderzocht. In 2017 een rapport gepubliceerd. En hebben namen vergeleken hoe het imago van de verschillende lerarenberoepen zich over de tijd hebben ontwikkeld. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Maar helaas, we zien een dalende trend die zelfs versneld is tussen 2006 en 2016. En hoe het er op dit moment mee staat, dat weet ik niet. Want daar zullen we nu onderzoek naar uit moeten voeren. Oké. Nou, Frank, neem ons mee in jouw verhaal. 10 jaar van de leerstoel en de toekomst. Alsjeblieft, Frank. Ja, dank je. Ik ga eerst even naar mijn beginslide terug in de tijd. 2014, de arbeidsmarkt voor leraren. Mijn oratie was getiteld Theorie, Beleid en Werkelijkheid. Ik ga even terug op mijn 3 punten in de presentatie. Mijn boekje is nog altijd op internet te lezen. En die 3 punten komen dan uit die oratie, uit het boekje. En dat is ten eerste beloning en kwantiteit van leraar. Het idee was eigenlijk een achterblijvende beloning. Heeft gevolgen voor het aantal leraren dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. En daar heb ik dus een punt van die beloning gemaakt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar ook dat het perverse uitwerking heeft op de aantrekkelijkheid voor het beroep. En op de mensen die willen studeren voor het leraarschap, een opleiding willen volgen en zich ook in het beroep willen instromen. Ten tweede heb ik een punt van gemaakt. Beloning heeft niet alleen impact op de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit. En mijn kernmotto was dan, had ik geleend van een auteur die internationaal onderzoek heeft gedaan, Pieter Dalton. En die had de slogan, if you pay peanuts, you get monkeys. Dus met andere woorden, als je de leraar niet goed betaalt, dan trek je ook onvoldoende kwaliteit aan leraren aan. En daar ben ik heel lang op doorgegaan, zoals ik zei, tot vervelens toe van sommigen misschien. Maar dan had ik gelukkig voor sommigen ook nog een ander punt, dat we ook moeten investeren. Dus dat was mijn derde
punt in leraren en dan met name in de lerarenopleidingen bijvoorbeeld. Die overigens wel, denk ik, in de loop van de tijd echt wel verbeterslagen hebben gemaakt. Maar ook in de selectie van leraren. En dat we ook een beter personeelsbeleid moesten voeren. En daar komen de schoolleiders ook bij kijken om ervoor te zorgen dat leraren, samen met de schoolleiders moet je dat denk ik vormgeven, dat voldoende professionaliseren en ook strategisch personeelsbeleid voeren. Dat waren eigenlijk mijn drie punten. En wat betreft die arbeidsmarkt, daar heb ik later in een keynote speech op de onderwijsresearchdagen, heb ik dat verder uitgewerkt, dat we eigenlijk kunnen zeggen, we hebben drie cycli op die arbeidsmarkt. Dus de bezuinigingscyclus, de varkenscyclus en de WW-cyclus. En die bezuinigingscyclus is een langjarige cyclus, kun je zeggen, waarbij je ziet dat de overheid op het moment dat het met de begroting moeilijk gaat, dat men de neiging heeft, omdat er veel te halen valt, op de salarissen te bezuinigen. En dan is de leraren zijn natuurlijk een grote groep en daar kun je lekker veel geld op besparen. En is dat een dankbaar slachtoffer, zullen we maar zeggen. Dat heb ik ook verder uitgewerkt. Ik ga daar natuurlijk niet zozeer op in. En dan hebben we nog de varkenscyclus. Dat is de cyclus waarbij het aantrekkelijk is om leraar te worden op een moment dat er grote tekorten zijn. En dat je dan dat dan ook nog eens een extra stapje in de arbeidsvoorwaarden wordt gezet. En dan wordt het aantrekkelijk om leraar te worden. En vervolgens komen er te veel leraren op de arbeidsmarkt en krijg je een soort overshooting. Waarbij je dan weer een werkloosheidspiek krijgt, waar daar weer te weinig leraren worden opgeleid. Dat is die varkenscyclus. Naar analogie van dus het boerenbedrijf dat varkens fokt. En ten derde heb ik ook nog een keer gewezen op de WW-cyclus. Dat zijn kortjarige cyclus waarbij je ziet dat dat nog altijd relatief de werkloosheid stijgt. Veel leraren eigenlijk ontslagen worden tegen het einde van het leren, het jaar, het schooljaar. En dat ze dan weer worden aangetrokken aan het begin van het nieuwe schooljaar. Een soort WW-cyclus kun je zien uit de cijfers. Nou is het zo dat die drie cycli, dat die nu wel worden doorkruist door trends. Een belangrijke trend is het gedaalde imago van een lerarenberoep over de tijd. En dat is iets wat ik zo meteen, kom ik daar nog even op terug. En een trendbreuk wellicht zijn vooalsnog voorlopige de blijvende lerarentekorten. Dus dat is iets wat waar je dan die varkenscyclus niet meer heel duidelijk in terug ziet. Het lijkt nu dat we eigenlijk voor een hele lange termijn zitten opgescheept met een lerarentekort. Maar voorheen was het wel duidelijk dat die varkenscyclus er is. En ik wil ook een herinnering brengen. Op het moment dat wij de oratie deden, Mark en ik, 2014, was er een werkloosheid onder PABO-studenten van 10% onder de afgestudeerden. Dus er is enorm veel veranderd. En nu zitten we met een enorm lage werkloosheid, 1% onder afgestudeerden. Ja, het is een ongelofelijke omslag die is opgetreden. Verder zijn er ook breuken, denk ik. Dus salarissen van het PO lijken structureel omhoog te zijn gegaan, omdat die kloof is gedicht tussen PO en VO. En de vraag is of dat blijvend is. Dat mag je hopen dat die kloof dicht blijft, maar er zijn nog altijd twee cao's, dus je moet niet te vroeg juichen. En ten tweede, het bewustzijn en identiteit van de leraren heb ik zelf, maar ik heb daar geen hard bewijs voor. Als ik dan zie hoe leraren gestaakt hebben voor hun arbeidsvoorwaarden, hoe een actiegroep als PO in actie is opgekomen, lerarencollectief. Dat heeft ook volgens mij consequenties voor de bewustzijn en identiteit van een beroepsgroep. En daarmee zou misschien het imago, zou het ook positieve uitwerking kunnen hebben op het imago en ook op de status. Hogere salarissen zouden dus een betere status op kunnen leveren. Ik heb in mijn oratie deze grafiek. Ik had twee grafieken, dat is deze. En een andere had ik aan laten zien dat op basis van recent onderzoek dat er wel degelijk een salarisachterstand is als je corrigeert voor allerlei kenmerken van de verschillende leraren in het PO, VO en MBO. Of met name PO, VO eigenlijk. En dit is een bijzondere grafiek waar ik heel trots op was toen, en nog steeds wel eigenlijk. Omdat je eigenlijk geen goede cijfers hebt over langjarige trends.
En wat je hier in deze grafiek ziet, dat is die blauwe lijn. Daar zie je eigenlijk dat de leraren per arbeidsuur ten opzichte van het gemiddelde in Nederland, dat moet je wel erbij zeggen, is salaris van 60% meer dan het gemiddelde naar 20% gegaan. En dan moet je het gaat over de periode 1969 tot en met, hier ging het tot en met 2012. En dan moet je wel een rekening mee houden dat dit voor het hele onderwijs is. En ook dat er heel veel sectoren zijn waar veel lagere middelbaar opgeleide werken, dus lagere beroepen. En dat daar de leraren salarissen tegen zijn afgezet. Hè. Maar niettemin, het geeft weer dat er een flinke daling heeft plaatsgevonden. En dat heeft ook zeker de bezuinigingsoperatie in eind 70, begin 80er jaren effect op gehad. Ik zie hier op Sikkes daar al knikken. Heeft er zelf weet er veel meer van dan ik over die arbeidsvoorwaarden. En daarna is het een beetje opgelopen en het is de blauwe lijn. De cultuursector zie je bijvoorbeeld hier, die is flink ingeboet. En de gezondheidszorg zit er wat onder, openbaar bestuur, dat gaat zo'n beetje op en neer. Maar ik heb deze grafiek geüpdate, het kostte me heel veel tijd om dat te doen, maar het is gelukt. En ik heb daar dit lijntje, een nieuwe reeks van het CBS, van 1995 tot heden. En dan zie je eigenlijk dat die daling zelfs nog doorgaat tot 2003. En dat we daarna, het zijn dus betere cijfers voor die laatste periode, en dat we daarna wat omhoog gaan. De laatste twee jaar denk ik niet zo betrouwbaar in verband met corona. Je ziet bijvoorbeeld voor de cultuursector, de laatste twee jaar gaan ze enorm omhoog, omdat er heel veel mensen niet meer werken in de cultuursector, waardoor de beloning van degene die wel nog werkte, die schiet dan omhoog per gewerkt uur. Hè. Dat is allemaal technisch, maar ik wou in ieder geval laten zien dat ik deze grafiek heb geüpdate en dat je wel ziet dat de leraren salarissen, het zit toch wel in de lift. Als je het langjarig bekijkt, zijn geen precieze cijfers natuurlijk, dan moet je voor bij Rob Sikkes zijn. Maar het is een beetje zo'n macro-economisch plaatje. Even kijken, dan kom ik terug op het punt van imago. Dat is, ik weet niet of het allemaal goed te lezen is, ik heb... in 2016 heb ik met Icoris en TNS Nipo hebben een beroepenladder gemaakt van 138 beroepen. Het is gebaseerd op eerder onderzoek wat al zelfs teruggaat tot de 50er jaren. En waarin ook beroepenladders werden gemaakt. We hebben ongeveer dezelfde methode gebruikt, maar best vergelijkbaar met 1982 en 2006. En als je dat over die hele periode bekijkt, met name maar vanaf 80er jaren, dan zie je eigenlijk dat het lerarenberoep, op basis van dezelfde vragen die gesteld zijn, of min of meer dezelfde beroepen, dat het leraarschap toch wel aanzienlijk gedaald is. Als je een leraargymnasium over de tijd bekijkt en je vergelijkt het met een eerste graadse leraar bovenbouw, nou, hier staat dan wel de naam gymnasium in, dus dat heeft misschien iets meer status dan een eerste graadse leraar, maar toch, je ziet daar een flinke terugval. De eerste graadse leraar die was ooit in de beroepenladder vergelijkbare positie als de kolonel. Hè? In 1980 en 2006. De kolonel in het leger. Hè? En die is nu gezakt tot de sergeant. Hè? Dat perspectief moet je het ongeveer zien. Je ziet het ook voor de tweede graadse leraar ook naar beneden gegaan. Rond de 30ste plaats naar de 50ste en voor de leraar mbo de 59ste plaats van de 138. En de onderwijzer, vroeger heet onderwijzer, tegenwoordig leraar basisonderwijs, die is ook echt flink gedaald tot het niveau van de boekhouder tegenwoordig op de 69ste plaats van de 138. Dus ik denk, daar is toch wat werk te doen. Maar misschien is het in de tussentijd verbeterd. Het zou goed zijn om een nieuw onderzoek weer te doen. We hebben dat onderzoek toen gedaan met financiering van de NRO. Volgens mij zou je dat weer opnieuw kunnen doen. En dan ben ik benieuwd wat daar uitkomt. Het is natuurlijk wel zo dat, wat ik net vertelde over de gedaalde relatieve beloning van leraren, dat heeft ermee te maken, voor een deel ook mee te maken, dat het opleidingsniveau van de bevolking omhoog is gegaan. Dus buiten de leraren om, de rest van de bevolking is eigenlijk hoger opgeleid, is meer gaan verdienen.
En daarmee is ook de relatieve status en de relatieve beloning van leraren is achteruit gegaan over tientallen jaren. Dat is één verklaring daarvoor. Hè. Goed, dan kom ik aan mijn laatste slide. Dat is de toekomst. Ja, ik zou zeggen, investeren in de leraar en het onderwijs, dat blijft nodig. Dat zal iedereen die hier zit, zal het met mij eens zijn. Het is ook vooral een lange termijn opgave. Dus je kunt blij zijn om de loonkloof tussen PO en VO die gedicht is. Maar die moet eigenlijk voortdurend aandacht blijven houden voor de arbeidsvoorwaarden. Die naar mijn idee gewoon een randvoorwaarde zijn. Die moeten goed zijn. Als dat niet goed is, dan is het heel moeilijk om over de rest te praten. Het is ook heel belangrijk voor de lerarentekorten. Ook de lerarentekorten die zijn opgelopen over de laatste 10 jaar, zou ik maar zeggen. We zagen in 2014, toen die werkloosheid zo hoog was, onder afgestudeerden van de PABO bijvoorbeeld, toen waren de prognoses, die waren toen al, die werden al bijna niet meer geloofd, die wij toen bij het ROA maakten en het Center Data. Ik kreeg telkens vragen, wanneer komen die lerarentekorten nou? Nou, ze zijn er gekomen. En erger als ooit tevoren. En daarvoor hebben we dus een goed arbeidsvoorwaardenpakket nodig om dit soort dingen te vermijden, zodat je ook concurreert met de marktsector. Ten tweede, of een ander punt, strategisch personeelsbeleid en de rol van de schoolleider, dat blijft enorm belangrijk. Daar moeten we werk van blijven maken. Hetzelfde geldt voor bevoegdheden, professionele ruimte en het lerarenregister. Naar mijn idee, iets van een lerarenregister. Het zou mooi zijn als we dat toch voor elkaar krijgen. Als je dat allemaal in orde brengt, en dat is natuurlijk nu met die lerarentekorten, is een aantal zaken zijn op de achtergrond verschoven, maar je moet er toch aandacht voor houden. Dan gaat die imagoverbetering volgen en dan zullen op den duur die lerarentekorten die zullen oplossen. En hoe sneller je hiermee bent, hoe sneller ze zullen oplossen. Daar ben ik van overtuigd. Verder moeten we voortdurend de arbeidsvoorwaarden dus blijven monitoren. Ik vind dat nou toch, ook vergelijken met de marktsector, ik heb het idee dat dat toch beter kan dan dat nu gebeurt. En het imagoonderzoek waar ik het net over had, dus over de beroepenladder, van waar zitten de leraren op die beroepenladder, moet volgens mij gewoon herhaald worden. Daar moet je niet te lang overheen laten gaan. Zo eens in de 5 à 10 jaar moet je dat doen, naar mijn idee. De bijzondere leerstoel voor de arbeidsmarkt voor leraren na 10 jaar houdt die op, vooralsnog. Ik denk wel dat het nodig is om die op een of andere manier te continueren. Het is wel belangrijk dat het een onafhankelijke leerstoel is. Dat wil zeggen dat het ministerie ook op afstand is. Dat je niet de hete adem van het ministerie voelt als hoogleraar als je iets gaat zeggen in het openbaar wat niet bevalt. Dus dat wil ik meegeven. En voor mijzelf geldt dat ik mijn werk bij het Research Center voor Onderwijs en Arbeidsmarkt blijf doen. Ik heb daar een leerstoel Demografische Transitie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. En dat ik daar ook samenwerk met de onderwijsinspectie op een PhD-project. Daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga ook het werk voor de onderwijs-arbeidsmarkt voor de leraren continueren. En ik ben ook 1 dag per week zal ik bij het Teacher Lab werken. Dus een initiatief uit het Groeifonds. En waarbij ik ook veel met leraren en interventies op scholen en leraren bezig zal zijn. Dus ik hoop daar ook mensen uit de zaal en uit het veld te gaan ontmoeten. Bedankt. Mooi. Dankjewel, Frank. Even, jij zegt de lange termijn opgave hè, met die arbeidsvoorwaarden. Gelukkig is die POVO is nu gedicht. Is dat nou een beetje het verdelen van de armoede als ik jouw lijstje nou goed zie? Vergeleken met de rest? Als je het vergelijkt met de marktsector? Ik weet het eigenlijk niet goed. Ja. Hoe hebben de leraarsrelaties zich ontwikkeld ten opzichte van de marktsector? Het is ook niet zo eenvoudig, want je moet dan ook corrigeren voor allerlei kenmerken. Hè, van de leraren, leeftijd en opleiding. Dus het is niet zomaar even wat cao-lonen tegen elkaar afzetten. Dus ik denk dat daar is een nieuw onderzoek voor nodig. Ja, ja. Daar pleit je voor. Heel goed. Ja. Ik kijk even rond of er vragen zijn in de zaal. Ik zie daar, de microfoon komt naar u toe.
Geweldig, dankjewel. Ik ben Ruud Pork, landelijk ondersteuner voor sterk techniekonderwijs en ik help ook enkele PPS'en. Frank, ik hoor je niet praten over zeg maar, de hybride vorm. We weten allemaal dat de horizontale mobiliteit van het werk in Nederland juist een toekomst genereert. Hoe zit het met de hybride vorm van het docentschap in Nederland? Ja, nou ik denk dat dat bijvoorbeeld echt een onderwerp van Mark is. maar in het algemeen, vind ik het heel belangrijk dat we die hybride leraren hebben. En je ziet het in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de kunstsector, zie je dat bijvoorbeeld soms een voorwaarde is. Dat je alleen docent in de kunstrichting kan zijn als je zelf ook het vak uitoefent als kunstenaar. Hè, of als creatieveling. Ik denk dat heel belangrijk is dat we zeker voor bepaalde vakken dat we kijken of we de praktijk en het leraarschap kunnen combineren. Ja. Zeker. En het is misschien ook een extra potentieel van leraren die je daarmee kunt aanboren. Ja. Ik hoor net dat Marieke, de auteur van het boek over hybride docenten in de zaal is. Kan jij er niet iets over zeggen, Marieke? Misschien even wachten tot iemand hier met de micro... Wacht, sorry hoor, want we horen mensen thuis ook beter, snap je? Ja. Even één tel, dan komt de microfoon aan. Marieke. Daar is heel veel over te vertellen, maar aansluitend even dan bij dat salarisvraagstuk. En dat het zo moeilijk is om dat te kijken. Dan wordt heel vaak gezegd, hybride, dat kan niet vanwege salarisverschillen. Maar daar blijkt dus ook al bij dat dat toch in de praktijk niet altijd zo is. Maar soms toch wel, hangt natuurlijk van een beetje van welke sector af. In ieder geval de technieksector wel. Dus daar zou wel veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden om te kijken. Want er zitten ook natuurlijk al die secundaire voorwaarden ook nog aan, die niet te vergelijken zijn met elkaar. Maar ik denk zeker dat het een toekomst is. En vooral misschien niet kwantitatief tekorten, maar kwalitatief tekort en ook innovatief tekort. Om echt onderwijsinnovatie in te brengen. Ja. Daar ben ik het helemaal eens. Natuurlijk is het heel belangrijk dat docent up-to-date is met de technieken die in de praktijk gebruikt worden. Ja. En behouden voor onderwijs. Als ze zeggen, ik wil er iets bij doen, dat ze niet of ik wil iets anders, dat ze niet volledig uit het onderwijs gaan, maar dat ze kijken of ze toch nog deels in het onderwijs kunnen blijven. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ik zie daar achterin een vraag. Ja, ik moet even wachten want voor de microfoon. Nee, maar dan horen mensen hem thuis hem ook. Snapt u? En ook voor de film. Ik vroeg me af of bekend is hoeveel onbevoegde leerkrachten voor de klas staan. Op docenten. Ja. Op dit moment hoeveel onbevoegde... Volgens mij hebben we daar op dit moment niet goed zicht op. En het is wel iets wat ik met de onderwijsinspectie ook wil nagaan. Dus in de staat van het onderwijs van de... Van de inspectie wordt er misschien iets over gezegd, maar we hebben een groot tekort, dus het is wel duidelijk dat het aandeel onbevoegde flink is toegenomen. Hè. Maar ik kan geen percentage noemen. Oké, dank. Ik zag hier ook nog een vraag volgens mij. Komt de microfoon weer naar u toe? Ja, ik had een aanvulling op wat Marieke zojuist zei. We doen momenteel onderzoek naar hybride vormen van leraarschap in de Brainport-regio, maar ook in samenwerking met alle andere initiatieven. Hoi Marieke. En daar blijkt uit dat salaris inderdaad wel een punt is, maar dat waar een wil is een weg. En er zijn ook hele mooie constructies mogelijk, waarin je toch mensen vanuit de technieksector, bijvoorbeeld vanuit ASML, voor een VMBO-klas kan krijgen. En er zijn enorme salarisverschillen. Ja. Onderzoek komt eraan. Oh, spannend. Nou, dat is goed om te weten, denk ik. Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Ik kijk even rond of er verder nog vragen zijn. Ik zie hier nog een vraag. Ja. En hier een microfoon, ja. Didier Voorhuis van het ROA. Sorry, Frank, ik had je dat in Maastricht kunnen vragen. Maar ik ben gewoon benieuwd naar... Als je kijkt naar het imago van leraar, hè, en er zijn verschillende aspecten die daar een rol in kunnen spelen. We hebben nu over de beloningen. Een van de redenen waarom de leraar ook de straat op zijn gegaan, heeft te maken met de hoge werkdruk. Je zou kunnen zeggen, ja, de hogere salaris kunnen dat compenseren. Maar dan is het maar de vraag, wat onthouden de jongeren die een studiekeuze moeten maken? Onthouden zij het feit dat de salaris omhoog zijn gegaan? Of onthouden zij het feit dat de werkdruk is gegaan?
En ik ben benieuwd of je weet hoe die imago zeg maar, tot stand komt. Dat aspect salarie, zeg maar, primaire arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden versus het soort kwaliteit van je werk. En in hoeverre dat eventueel ook kan verklaren waarom zoveel uitval is uit met name de PABO-opleiding. Waar de helft het niet eens afmaakt na het eerste jaar. Maar gewoon even, wat is er mis in het imago van alle studenten die voor de lerarenberoep kiezen en uiteindelijk niet afmaken? En hoe speelt werkdruk in het aspect van imago? Ja, nou ja, ik denk dat er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt ten eerste de lerarenopleiding, ten tweede heb je die werkdruk. Om het laatste in te gaan, voel ik op dit moment ook, trouwens ook met Ruud van der A, een onderzoek uit naar hoe verhoudt werkdruk eigenlijk zich ten opzichte van salarissen. Als je mensen de keuze geeft en ze overwegen om misschien te stoppen met leraarschappen. Hoe belangrijk is een extra salarisverhoging ten opzichte van een aantal zaken die met werkdruk te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ja, een extra onderwijsassistent in de klas of flexibelere werktijden. Dat zijn zaken die met werkdruk te maken kunnen hebben. Dus een soort trade-off misschien, hè, van wat moet je voor de een, wat moet je voor de ander. En overigens ook voor verschillende groepen van leraren kan het anders zijn. Maar de werkdruk is inderdaad een reden waarom ook mensen kunnen afhaken. Wat we wel zien bij jonge beginnende leraren, daar haken er veel af. Of je dat nou per se aan werkdruk kunt relateren, ja, op een bepaalde manier wel. Maar het kan ook zijn dat ze het gewoon niet goed, zeg maar, niet goed georganiseerd krijgen in de klas. En dan leidt dat tot hoge werkdruk. Ja, de discussies over wat veroorzaakt nou werkdruk, die zijn natuurlijk al heel oud. Men heeft het soms over administratieve lasten en men heeft het over heel veel voor de klas staan in Nederland. De ouders die moeilijk doen, de leerlingen die heel divers zijn qua achtergrond, dus dat je dus gedifferentieerd moet lesgeven in de klas. Dat zijn allemaal zaken. Dus wel, ik heb het inderdaad niet genoemd in mijn, dus een mooi punt. Voor de lerarenopleidingen is het, je zei net, er vallen er veel uit in de lerarenopleiding. Ja, dat heeft aan de ene kant, is het zo, het moet ook een bepaalde selectie plaatsvinden van jonge mensen die het wellicht ook niet zullen redden in de praktijk. Dus je moet een minimum standaard hebben. Aan de andere kant heb je wel al die mensen nodig, zoveel mogelijk mensen nodig op dit moment. Dus je moet ook weer niet, dus dat is een moeilijke balans. Wie wil je voor de klas hebben of niet? Een puntje wil ik nog opmerken. Dat was uit het imago-onderzoek van een aantal jaren geleden, van 2016, kwam naar voren. En we hebben dat niet goed kunnen ophelderen. Is dat eigenlijk het vak van leraar ook door jongeren en door ouders hoog gewaardeerd wordt. Er is veel maatschappelijke waardering voor. Ook onder jongeren in het voortgezet onderwijs zie je hoge waardering. En op het moment dat een deel van die jongeren dan de lerarenopleiding gaat volgen, dan zie je dat het opeens keldert. Dan gaan ze zichzelf opeens veel lager en het leraarschap veel lager inschatten. En we hebben daar eigenlijk geen goede verklaring voor kunnen vinden. Dus dan hebben ze opeens een veel negatiever zelfbeeld over het leraarschap op het moment dat ze in de opleiding komen. En dat vind ik een interessante, maar ik heb daar geen antwoord op. Dus, interessant om misschien nog eens een vervolgonderzoek op te hebben dan. Ja. Ik kijk even rond of er nog een vraag is voordat we doorgaan. Ik zie daar achterin nog een vraag. Ik heb nog één specifiek dingetje over passend onderwijs en het effect hierop. Op het totaal. Kun je daar iets over zeggen? Het effect van passend onderwijs op wat? Op het totaalplaatje. Oh, ja. Op het toekomstperspectief of whatever. Of op de cijfers. Of? Ja, dat is een hele brede vraag. Ja, je kunt hem wel heel klein maken, maar dan is het te klein. Ja, nee, maar ja, en passend onderwijs is natuurlijk heel belangrijk. Hè, dat we dus ook onderwijs voor specifieke leerlingengroepen kunnen geven. En die dat ook nodig hebben. En ik denk ook dat het extra kwalificaties vereist van leraren. En dat we dat ook goed moeten belonen. Mensen die dan... leraren die kwalificaties hebben, die worden volgens mij al iets wat beter beloond. Tegelijkertijd zie je dus dat er wel heel veel leerlingen met diverse achtergrond in de klassen van gewone leraren komen, die dat dan maar moeten zien op te lossen. Ik zou eigenlijk eerder willen zeggen, van misschien moeten we toch weer dat weer samen naar school idee loslaten en toch ook voldoende aandacht blijven geven, misschien in een iets andere vorm. Aan het passend onderwijs. Hè? Dus,
Mooie uitspraken overigens. Ja. Spannend. Dankjewel, Frank. Ja. Ik kijk rond. Volgens mij zijn er geen vragen. Dankjewel. Graag gedaan. Jij komt straks weer terug. Ik ga dan nu, vraag nu Mark van der Meer naar voren. Welkom, Mark. Ook wij, 10 jaar, leerstoel. Zeker. Een paar onderwerpen die jij hebt genomen. Je hebt er veel besproken. Ik wil eigenlijk twee eens aan je vragen, voordat ik je straks het woord geef om je presentatie te houden. Het eerste gaat over het lerend vermogen. Iets waar jij de afgelopen jaren druk mee bezig bent geweest. Lerend vermogen van het onderwijs. Je hebt daar wel eens wat over gezegd, over systeemwerelden. Als je nou kijkt in die brede perspectief, hoe staat het daar nou mee? Kun je nou zeggen dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het lerend vermogen van het onderwijs sterker is geworden in de afgelopen jaren? Lerend vermogen, kijk, ik ben natuurlijk in de discussie met Frank en daar wil ik eigenlijk nog iets over zeggen. Maar dat doe ik dan meteen in combinatie met lerend vermogen, als het mag. Lerend vermogen immers, dat werd door de WRR in het rapport naar een lerende economie in 2014 ook geproblematiseerd. Het ontbreekt aan lerend vermogen. En straks gaan we een presentatie geven over lerend vermogen, of over de leercultuur in het onderwijs. Maar je kunt niet zeggen dat er niet geleerd wordt. Dus in de voorbereiding van ons boek hebben we ook gesproken met een aantal kritische vrienden van de leraaragenda. Jelmer Evers zit achter in de zaal, maar ook met anderen, met Jaap Versveld en met Marco Snoek. En kijk, bij een gemiddeld schoolbestuur is onderwijskwaliteit een ontzettend groot punt. En er is veel voortschrijdend inzicht over de betekenis van hoe mensen met elkaar omgaan in het onderwijs. In de wereld die Ruud vertegenwoordigt, wat hij zojuist zegt, het hele onderwerp van sterk techniekonderwijs. Kijk, het sterk techniekonderwijs was absoluut geen thema in de leraaragenda. Wat heel opmerkelijk is, maar het ontbrak. Mm-hmm. In de hele verkenning ons onderwijs 2032, de commissie Snabel, is het VMBO en MBO eigenlijk geen onderdeel geweest. Dus ja, hoe bekijk je het thema lerend vermogen? Dan moet je goed operationaliseren. Wat bedoel je eigenlijk? Dus in deelaspecten van het onderwijs. Het onderwijs, mensen zijn niet gek. Integendeel, ze zijn super slim. En er werken voortreffelijke mensen. Dus er wordt ontzettend veel geleerd. Maar de kunst is, of de vraag is, wat links wordt geleerd, wordt dat ook rechts begrepen en omgekeerd. Dus daar zou je eigenlijk naar moeten kijken. Hè? Dus wat is de verbinding tussen de verschillende onderwerpen? Als je Marieke nu hoort spreken over de hybride docenten, waar ze een prachtig hoofdstuk over heeft geschreven. Ja, dan zie je dat als je dat heel goed gaat analyseren, dat hoofdstuk leest hè, met haar collega's, dat is nog niet zo'n makkelijk thema om mensen uit de wereld van de techniek of de wereld van de zorg in het beroepsonderwijs te krijgen. Er spelen allerlei praktische aspecten die te maken hebben met salaris, met voorwaarden. Maar die hebben ook te maken met gewoon de professionele houding en de kwaliteit van het leraarschap. Namelijk de didactiek en de pedagogiek van het onderwijs. Heb je dat in de vingers en hoe moet je dat goed organiseren? Wat is de verhouding tussen een bevoegd docent en iemand die assistentfunctie of een instructeursfunctie invult? Er komt heel wat bij kijken. En het punt van Clara Voets, die dus niet in dit boek, maar in ons vorige boek een prachtig hoofdstuk heeft geschreven over de werkdruk. Weet je wat Clara liet zien in dat boek, tenminste als ik me goed herinner, een paar jaar geleden. De werkdruk is niet zozeer nu aan de orde, maar het stapelt op. Als je te lang sprake hebt van werkdruk, als je dus niet de omstandigheden naar je eigen hand kunt zetten, dus niet de regelcapaciteit, ik gebruik een woord regelcapaciteit, de stuurcapaciteit hebt, om te worden te veel, en dan val je op een gegeven moment uit. En dat is het probleem van burn-out dat ontstaat, wat een ontzettend groot probleem is. Kijk in het WRR-rapport naar de publieke opdracht. De nieuwe publieke opdracht uit 2020, als je naar het plaatje kijkt wat TNO heeft gemaakt, dan is het werk in het onderwijs een van de zwaarste in termen van de inspanning die het vergt. De werkdruk, de kwaliteit van het werk. En je ziet dus dat daar in dat frontlijnberoep ontzettend veel uitval is. Nou, leren we daarover? Nou ja, wat voor kwaliteit van gegevens hebben we? Ja, je kunt kijken naar de relatie tussen werkdruk en salaris, maar dat is lang niet het enige punt. Ik zou zeggen, je moet kijken naar de kwaliteit van de inhoud van het werk. Daar ga ik daar ook iets over zeggen. En kun je dat goed begrijpen? Nou, en dan kom je op de hele discussie over de arbeidsvoorwaarden, zoals die zojuist door Frank is gepresenteerd. Ik denk dat daar nog een paar andere aspecten ook een rol in spelen. Die hebben te maken met de interne loonnormen, het basisonderwijs ten opzichte van het voortgezet onderwijs. Het is niet zozeer wat verzin ik absoluut, maar wat verzin ik ten opzichte van jou. Relatief, heel belangrijk. En de hele institutionele setting daarvan. Ja. De vormgeving in de CAO, de afspraken over. Natuurlijk hebben we de docenten die PO in actie hebben geïnitieerd, een grote actie gedaan over zowel de lonen als de arbeidsvoorwaarden. Nou, de lonen, dat is verzilverd in dat historische akkoord, waar we ook een prachtig hoofdstuk over hebben geschreven, Hans Zwart en ik, denk ik,
in ons boek, even reclame. Maar daarnaast ook de hele vraagstuk van de werkdruk. En dat het Daniel van Hassel en Joost Scheer hebben daar weer een heel mooi hoofdstuk over geschreven, over die werkdrukafspraken. En dan blijkt het best wel moeilijk om te herleiden of die werkdrukafspraken die op landelijk niveau gemaakt worden, in de klas op een of andere manier renderen. Ja. Je stipt het net al aan. In een ander punt wat ik aan je wilde vragen gaat natuurlijk over de arbeidsverhoudingen. Toen jullie 10 jaar geleden begonnen, stond de overheid behoorlijk op afstand. Dan was dat iets van sociale partners. Hè? Je ziet dat daar nu wat beweging in komt. Je ziet er allerlei uitspraken over, zowel vanuit vakorganisaties als vanuit de overheid zelf. Om daar toch weer een rol in te spelen. Wat betekent dat volgens jou? En wat betekent dat ook mogelijk voor de professional werkzaam? Ik ga je eerst even corrigeren. Het is over wat is 10 jaar geleden precies? Het kabinet, ik heb er namelijk een uitvoerige studie van gemaakt. Hè? Ja. Acta Politica dit jaar nog het laatste artikel. Maar een stuk of 7, 8 stukken gepubliceerd met Anton Hemerijk en met anderen. In 2008, 2009, kabinet Balkenende 4. Kort kabinet, vals, voorbereiding topsectoren kabinet, beleid. Onderwijs geen topsector, Rutte 1. En het kabinet Rutte 1 heeft eigenlijk gebroken met de sociale partners. Kabinet Rutte 2 daarentegen, na een interventie van Mariette Hamer in de Tweede Kamer, brengt de sociale partners terug in het spel. Afspraak tussen Ton Heerts en Bernard Wientjes. En dan krijg je het Mondriaanakkoord. Het Mondriaanakkoord is belangrijk, want in die context ontstaat in het kabinet Rutte 2 een herwaardering van het sociaal overleg in de Sociaal Economische Raad. En in relatie met het kabinet. En de basis van de lerarenagenda is ook verwoord in een overeenkomst. Best mooi geschreven tekst, die heb ik samen met Nadir James in ons vorige boek ook helemaal ontleed. De route naar geweldig onderwijs. En wat je dus daar in die route zag, gesteund door de sociale partners, in de Stichting van het Onderwijs, volgens mij hier in huis, ja. Georganiseerd. Eigenlijk alle pogingen om tot iets te komen, tot iets nieuws te komen. Hè, daarbij paste het lerarenregister, daar paste de onderwijscoöperatie, allerlei vormen van overleg om te komen tot een vernieuwing. En interessant genoeg is die hele PO en actiebeweging, ik heb dat ook in het tijdschrift van Recht en Arbeid vorig jaar verder geprobeerd uit te schrijven, is eigenlijk als een soort van correctie op deze vorm van bespreking ontstaan. Goh, hè, dus een Facebookgroep, wij willen eigenlijk op een andere manier omgaan met onze lonen en met onze arbeidsvoorwaarden en eigenlijk daarmee ook met het sociaal overleg. Dus vanuit de werkvloer is er een grassroots beweging ontstaan. Die, als je het verder gaat analyseren, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar inmiddels in de leiding van de AOB zit. Nee, maar ik bedoel, als je dus de plaatjes van Frank niet van deze context voorziet, dan wordt het verhaal een beetje speculatief, tenminste, dat vind ik. Daarom zijn we ook allebei hoogleraar en praten hier ook over. We zouden hier een heel debat over kunnen voeren, natuurlijk, over die loonvorming. Maar dus ik denk dat het zo gegaan is. En dan zie je dus 2018, 2019 in Rutte 3 een correctie in de lonen. Dan die arbeidsvoorwaarden, werkdrukafspraken. En dan zie je dat historisch compromis wat nu gesloten is tussen PO&V en het voorjaar van 2022. Hè, dus dat is de lijn. En daarachter zitten strategische keuzes. En die strategische keuzes hebben te maken met, hoe positioneren de sociale partners in het onderwijs zich ten opzichte van het kabinet en ten opzichte van elkaar. En dan heb je eigenlijk een paar interessante vragen. Gaat het nu zo in de richting wat zou kunnen nu die lonen op één hoogte zijn gekomen, een soort verkenning van we gaan die lonen bij elkaar brengen? Wordt het zoiets als wat eigenlijk gaande is in het decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmodel, wat in 92 is gestart, het tweede scenario, en wat Koen Bekking bijvoorbeeld heeft beschreven, onze vroegere collegevoorzitter in Tilburg, nu de voorzitter van Nijrode, door decentralisatie naar de werkvloer? Of gaat er zoiets ontstaan als een nieuw spel tussen de bonden en het kabinet? Mm-hmm. Waar de vakorganisaties een brief over hebben geschreven. Als zijn hun strategie, en ik kan niet in de keuken kijken, maar dat zijn denk ik de 3 scenario's. En de consequenties zijn nogal groot, want die hebben te maken met de positie van de vakbonden, de positie van de werkgevers en de positie van het kabinet in die driehoek, in de relatie tot de treffenzaal. En een anekdote daarbij, in verbinding met de rest van de wereld, in brieven van het ministerie van VWS staat, op het moment dat we meer bezuinigen op onderwijs, kunnen we hogere lonen hebben in de zorg. En dat is natuurlijk het dilemma van het kabinet, want hoe beslis je hier nou eigenlijk over? Ja. En dan krijg je in één keer ook die indirecte arbeidsvoorwaardenbepalingen die in de wet zijn vastgelegd, wel in de zorg, maar niet in het onderwijs.
Nou ja, dat is eigenlijk volgens mij mijn lezing van de... Dank voor je uitvoerige antwoord. Van de arbeidsverhoudingen in Nederland. Dit zijn de arbeidsverhoudingen. Op twee simpele vragen. Dank je. Mark, aan jou de vloer om ons mee te nemen in je presentatie. Now it's something completely different. beste mensen, goedemiddag. Ik ben ontzettend blij dat jullie er hier zijn. Er zijn heel veel vrienden van mij in de zaal. Ik zie zelfs mijn eigen dochter en haar moeder. Dus dat vind ik super plezierig om dat te zien. Er zijn ook heel veel mensen thuis. Ik kreeg allemaal briefjes en berichten vanochtend op de e-mail van mensen die mij succes wensten. Dankjewel, dat is zeer gewaardeerd. Ik wil het hebben over de lerarenagenda, want daar gaat ons boek over. In ieder geval de eerste vier hoofdstukken. Het is 34 hoofdstukken, het hele boek. Het is een dikke pil geworden, nog een dikker, ook net zo dik als de vorige keer. Maar ik wil het hebben over de eerste vier hoofdstukken. Ik kan nu niet alles uitleggen en dat doe ik ook relatief op tempo. Maar ik hoop jullie daarin mee te nemen in iets wat we methodisch innoveren noemen. Dus de methodische onderbouwing van de lerarenagenda. Als de eerste vijf jaar in mijn tijd van de lerarenagenda heb ik gesproken over het mbo met name. Dus ik heb de lerarenagenda van het funderend onderwijs naar het beroepsonderwijs getrokken. Nou, dat is gelukt. En in de tweede vijf jaar probeer ik dit af te ronden met een soort van methodische verdieping. En waar die vandaan komt en wat daar de overwegingen bij zijn en waarom ik denk dat dat behulpzaam is voor de lerarenagenda, dat ga ik proberen uit te leggen. Eerste vijf jaar toen deed ik voor de NRO een verkenning ter onderbouwing van het bestuursakkoord van het mbo. Naar een lerend stelsel van beroepsonderwijs. Bij NRO gepubliceerd en tot mijn verbazing, dit mooie boekje gemaakt met Ellen Klatter. Is een van de hoofdstukken in die verkenning, een lerende instelling. Hier besproken, hè Patrick, dat weet je nog, met Jozef Kessels, met Rut Kervenzee. En toen kwam twee of drie weken geleden deze studie naar leercultuur van NRO, leercultuur in het mbo. En toen zag ik geen enkele referentie naar wat we een paar jaar geleden hadden gedaan over hetzelfde onderwerp. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Alles kan, hè? Zorgvuldige onderzoekers. Maar het komt door een reflectie op een studie van Monique Voltman uit het PO die toegepast is op het mbo. En kun je dat zomaar doen? Ja, want je hebt verschillende werelden. Geen reflectie op technologie, geen reflectie op hybride vormen van werken, geen reflectie op bedrijfsleven en onderwijs. En bovendien ook wel heel erg, vond ik zelf, kijk naar de weergave, visuele weergave, op zich heel systematische, komt tot een onderbouwd gedragen verbeterplan, zorg voor een proces van uitvoering, monitor, stimuleren een onderzoekende houding, leren in het team. Heel systematische, maar relatief rechtlijnige structuur. En ik dacht, het moet anders kunnen. Ik teken leercultuur zo. Overigens niet ik alleen. Dit plaatje heb ik samen met Onno Hans Notenboom, die hier ook in de zaal is, geselecteerd. Dit komt uit mijn feed-forward brief, 10 punten voor het mbo. Jullie weten, ik ben adviseur voor de wereld van het mbo en ik heb 3 of 4 weken geleden een feed-forward brief gepubliceerd. 10 prioriteiten voor de komende periode. Maar het gaat even over een plaatje, de visuele weergave. Dus een soort van weefsel wat ik zie voor het onderwijs. En dat is denk ik van belang, want dit maakt het mogelijk. Je ziet de verbinding tussen alles. Er gebeurt in iedere school of ieder bestuur van alles. En er is ook een verbinding. Leercultuur dus. En Jos van Odijk zegt nog, als je dit nog niet gelezen hebt, lees dit. Want dit is echt de moeite waard. Het bestuursakkoord is deze week uitgekomen. Dit is ons boek. En hier ligt het. En we hebben dus de tijdbalk van 2010 of 2013 tot nu toe getekend. Ook Robin Wisse, die hier in de zaal aanwezig is, met wie we veel samen hebben gewerkt. En Ruud natuurlijk, en Frank. Eerste hoofdstuk. En we zeggen, nou, een aantal dingen zijn gebeurd. Dat Nationaal Onderwijsakkoord, sectorakkoorden, uitwerking, werkdrukconvenanten. De rapport van Vroonhoven, rapport Ascher, de wet beroep leraar. Maar ook een aantal problemen. Bijvoorbeeld het stoppen van het lerarenregister. Bijvoorbeeld de commissie over de bevoegdheden, waar ik een heel hoofdstuk over heb geschreven. De commissie Zevenberg, waar we een seminar aan hebben gewijd. Dus half werk over halve bevoegdheden. En waar ook de resultaten van de commissie niet eens gedocumenteerd zijn. Dus een aantal dingen is gelukt, een aantal dingen is ook niet gelukt. Over die onbevoegden, natuurlijk vorige week nog in de krant, een grote discussie over het lager onderwijs in Amsterdam.
Eén dag in de week mogen muzici en kunstenaars voor de klas. Het staanbeleid, het is nodig, want er zijn tekorten. En de grote vraag, Patrick, we hebben er ook over gesproken nog deze dagen. Moet je dat nu continueren, bestendigen, of is dat gewoon onacceptabel en wat moet er dan gebeuren? Nou, daar probeer ik een voorstel voor te doen. Dit zijn de 7 thema's, die zijn al genoemd dus straks, in de agenda van 2013-2020. Kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren, andere routes naar het leraarschap, de beginnende leraar beschermen. De school als lerende organisatie, thema 6. Bekwame bevoegde leraren, vastgelopen, sterk beroep. Heb je ook iets over gezegd, Frank? Het kernprobleem, zoals ik het formuleer, zoals Onno Hans en ik het hebben geformuleerd in Science Guides, en vandaag zag je op de kop van de NRC ook het stuk staan over alle problemen bij de Belastingdienst, niet het kernprobleem van het onderwijs, maar van de publieke dienstverlening, is denk ik dit. Dat er een kloof is tussen wat op de werkvloer gebeurt en wat er in de politieke top gebeurt. En die kloof is een tweedeling, een eilandkarakter. Aan de ene kant het signaal van de professional, wat wel zijn leidinggevende bereikt in het team. Tuurlijk, we praten over waar we voor staan. Ik geef zelf ook onderwijs. Aan de ene kant en aan de andere kant het landelijke beleid. En die eigen hiërarchie en eigen procedures en soms gefixeerde jaarplanning, onze eigen spreadsheets, die informatie bereikt niet de top. En wat is dan, en hoe kun je dat uitwerken? Nou, dat hebben Ruud en ik verder uitgepakt in hoofdstuk 2, 3 en 4 van het boek. Hoofdstuk 2, er is een gebrek aan eigenaarschap. Van wie is de agenda? 2, er is geen continuïteit en coherentie in de agenda. En we leren niet van elkaar, of in ieder geval niet voldoende. Dus hoe kom je nou van het papier naar het praktijk? En wat betekent dat dan? Hoe moet je werken? Zeker omdat je, als er steeds tekorten zijn in het onderwijs, vanuit het gesloten hiërarchische model naar een open model moet komen. En wat is dan een open model? En hoe kunnen we dat lezen? Hoe begrijpen we dat? En wie stuurt er daarop dan? En hoe sturen we feitelijk en waarom doen we dat op korte en op langere termijn? Nou, daarover gaat zeg maar die inleiding van ons boek. En het antwoord heb ik gevonden in een vergelijking die ook in mijn oratie zit. En die komt van Charles Sable en die zegt, je moet het eigenlijk vergelijken met een autobedrijf. Je hebt de top van het bedrijf en je hebt kwaliteitscirkels. En die kwaliteitscirkels, die informatie moet bij de top komen, want anders weet je niet wat er gebeurt. En dat kun je ook op een land toepassen. Dus dat is het idee van Charles Sable. En wij hebben dat uitgewerkt aan de hand van inzichten die in Nederland ontwikkeld zijn in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw op de Technische Universiteit Delft. En in de literatuur over de sociotechniek. Dus dat gaat de omgang met technologie op een humane wijze. En die sociotechniek die definieert in Nederland tot heden de basis van de kwaliteit van de arbeid. De kwaliteit van de arbeid, wat een superbelangrijk thema is natuurlijk voor de vakorganisatie, maar ook voor werkgevers, anders vallen mensen uit. Lees het hoofdstuk van Clara. Clara, sorry. Dus kwaliteit van de arbeid. En in literatuur zitten eigenlijk twee begrippen, zelfsturing en zelfregulering. Of stuurcapaciteit en regelcapaciteit. En die begrippen die proberen we opnieuw voor het voetlicht te brengen. In een omgeving overigens van overal tekorten, dus niet alleen het onderwijs tekorten, dus je kunt niet zomaar iemand overzetten. 1 miljoen mensen niet aan het werk. En ook nog eens een keer het vraagstuk waar Alida Oppers in het voorwoord van het staat van het onderwijs over schrijft. Achterstand op alle terreinen, of op heel veel terreinen, in ieder geval in basisvaardigheden en te veel uitval. En ook nog eens een keer waar we bij het COP over schrijven, met onze hoogleraren, een vertrouwenscrisis in de politiek. Oké. Dus van een hiërarchisch systeem naar iets in de toekomst, maar niet, in mijn perspectief, een transhumanistische samenleving. Ik zeg dat er even bij, omdat je op TikTok dagelijks filmpjes ziet van kinderen die dan weer allerlei vormen van technologie in hun arm hebben. En dat is dan de toekomst. Maar ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk liever niet. Even een ethisch componentje erbij, maar wat dan wel? En wat jullie hier zien, hè, dat zijn 2 kubussen. Die kubussen die wil ik eigenlijk graag uitleggen, maar dat kost me veel meer tijd dan ik nu tot mijn beschikking heb. Maar het is wel de basis van het denken in die literatuur over kwaliteit van werk. De eerste, het is een kubus over het denksysteem, hoe wij denken, en een kubus over het doelsysteem, hoe wij doen, handelen. Een x-as en een y-as, en die leg ik wel even uit. Heel kort. De x-as komt van professor Jan in het Veld, hoogleraar vliegtuigbouw. En die had het over het maken van vliegtuigen. Een vliegtuig stijgt op en landt weer veilig. Creatie. In het onderwijs creëren we iedere dag. We maken onze lessen. We bereiden onze lessen voor. We geven ze en we evalueren ze. We maken een seminar, we maken een boek. Voorbereiding, creatie, evaluatie. En de tweede as is de as van de reflectie.
Guillermo Latou, een cognitiepsycholoog. En die heeft het over reflectie in drie orders. Reflectie op het werk wat je uitvoert. Reflectie over hoe je je ontwikkelt, leven lang ontwikkelen, als je je werk uitvoert. En ten derde de reflectie op, als je werkt, wat draag je bij aan het systeem? Ik geef een les en ik draag bij aan het onderwijs van mijn school. Of we organiseren een seminar, we maken een boek, we dragen bij aan de kwaliteit van de lerarenagenda. Deze twee mensen hebben 25 jaar samengewerkt in de discussie over kwaliteit van arbeid in Nederland. En het interessante is dat we die X en die Y-as nu in de tijd proberen te bekijken. En daarbij helpt nieuwe technologie. En dat is onze visie van sociotechniek. Nieuwe visie. En eigenlijk wat we doen is dat we het werk verbinden aan de mens. Dus het werk in het onderwijs verbinden aan degene die het onderwijs geven. De leraren, de lerarenassistenten, de schoolleiders. En aan de ene kant doen we allerlei dingen. We bereiden onze les voor. We geven onze les, we evalueren onze les, we geven een toets, een examen. Dat doen we, kun je zien. Ik geef les, ik geef een toelichting. En tegelijkertijd, aan de andere kant, denken we continu na. Wat is er nodig voor onze leerlingen op dit moment? Gegeven het feit dat er die en die leeruitdagingen of leerdoelen zijn. Ons programma zo in elkaar zit. En die combinatie van de zichtbare handelingen en het niet zichtbare denken, die brengen we bij elkaar en dat noemen we capabilities. Wouter Pols, om bijvoorbeeld te noemen, een van de leidende pedagogen van Nederland, heeft het over het stille weten. Als docent moet je continu de afweging maken, ga ik nu in op dat onderwerp wat ik net heb uitgelegd, om het nog iets verder te verduidelijken, want misschien dat ze het nog niet begrijpen, misschien dat het kwartje niet valt, of kan ik al verder? En trouwens, daar zit iemand te verstoren, daar let iemand duidelijk niet op. En dat is het stille weten. Het continu interpreteren van de situatie. Nou, dat doen we continu. En dat proberen we dus bij elkaar te brengen. Hoe kun je dat doen? Wendbaar gedrag. 1, dus wendbaar zijn in de klas, in wat je doet. Eerste principe, we hebben 3 principes. 2, veel beter nadenken over waar is het onderwijs eigenlijk voor bedoeld. Wat is het doel van het onderwijs en welke vorm en structuur het heeft het. 1 van de punten die steeds terugkomt is, we zitten misschien wel een beetje klem in een structuur die te maken heeft met het leerstofjaarklassensysteem, de vaksectie en het eindexamen. Ons onderwijs 2032, ik denk dat dat zat je ook bij, Geert. Ja. En dan het model van de gesloten organisatie. Hoe krijg je van de gesloten een open organisatie? En dit is ook de Delftse school. Als je minder regels wilt, en dat willen we, minder bevoegdheden, of in ieder geval meer flexibele bevoegdheden, makkelijkere toegang tot het leraarsberoep, heb je sterke professionele normen nodig. En welke zijn dat dan? Nou, dit is het theoretische model. En op basis daarvan tekenen we de ontwikkeling van relatief eenvoudige taken naar meer complexe taken van werkenden. Dus iemand komt uit de lerarenopleiding en gaat dan voor de school en leert steeds complexere taken. En omdat hij andere taken aan kan, verbetert zich, vernieuwt zich, kan die ook een andere rol vervullen. Dit plaatje heb ik gemaakt met Onderhans. En daarmee een andere functionele bijdrage leveren aan het onderwijs. Je wordt bijvoorbeeld niet alleen docent, maar ook in de remedial teaching. Of ook in de schoolleiding. Of ook in het mentoraat of ook in de stages. Je gaat andere bijdragen leveren. COP. Teken is vol werk. Dus dat is het motto van het COP. Dat zit hier heel erg, de purpose. Nou, dat hebben we uitgewerkt. Het gaat nog verder, ook COP. Het gaat over de individuele loopbaan van de leraar. Op het schoolniveau, maar ook natuurlijk in de regio. Waar nu een totale discussie over ontstaat. Zie je het bericht van Theo Douma gisteren op LinkedIn over de RATO's. Wat komt uit het plan Ascher? Hoe moet je nou op regionaal niveau mensen bij elkaar zetten? En ook het landelijk beleid, lerarenbeleid. Dus dit is eigenlijk in de kern wat we voorstellen. Dus kun je mensen wendbaar maken in het feit dat ze andere dingen doen in het onderwijs, andere dingen creëren. En hoe moet je dat dan doen in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs? In de reflectie erop, hoe ging het werk wat je gedaan hebt? Hoe ontwikkel je, hoe je leven lang ontwikkelen? En hoe draag je bij aan je ambitie? Wat is het doel van het onderwijs? En ook hoe verantwoord je dat, hoe documenteert je dat? En met name, hoe kun je de kennis die we daarover hebben, hoe kunnen we die beter delen? Nou, dat is eigenlijk de kern. Een vrij universeel model. En dat leggen Ruud en ik uit in hoofdstuk 3, want we denken dat we daarmee
een aantal ingrediënten aanreiken om op een andere manier na te denken over de arbeidskundige kant van het onderwijs. Dus ik heb het niet over de inhoudelijke kant, hoe geef je les Nederlands of hoe geef je Duits. De ICLON-studie die zei, Sea of Improvement in 2010 is aan de ene kant Sea of Instruction en aan de andere kant Sea of Change. Dit is de Sea of Change kant. Nou ja, en dat mondt dan uit, al deze gedachten, hè, en misschien is het de eerste keer dat jullie lezen, maar we hebben geprobeerd dat zorgvuldig op te schrijven in korte hoofdstukken. In hoofdstuk 4 in een agenda, waarin we ook niet zeggen het moet zo, nee, dit zijn een aantal brokstukjes, een aantal bouwstenen die in samenhang die agenda wel eens heel erg zouden kunnen verder helpen. En het belangrijkste is het eerste punt, bevorder de leercultuur. En bij leercultuur bedoelen we dus, hè, dus wat is het lerend vermogen, Patrick? Het creatievermogen, hoe creëer je dingen? Het reflectievermogen, hoe reflecteren wat we doen? En hoe documenteren we nou? Hè? Want hoe vaak horen we niet dat bij een school alle documentatie in één laptop zit, bij één persoon of bij twee personen, die gaat dan weg. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen. En is de informatie niet te vinden. En al die andere dimensies die komen hier dan uit voort. Dit sla ik even over, dat doe ik straks. Ik wilde nog even zeggen dat ik ter afscheid van mijn leerstoel ook een enquête heb gemaakt over het onderwerp van mijn oratie. Net als Frank kijk ik even terug naar het onderwerp van mijn oratie. Dat was vakmensen en bewust vertrouwen. En ik heb een vakmensen en bewust vertrouwen monitor ontwikkeld. Overigens samen met Jan van der Pol en Hans Notenboom die hier in de zaal zijn. En als je het leuk vindt, dan vul je die in. En het is heel interessant, want het laat zien wat nieuwe technologie kan. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Dankjewel, Mark. Ik kijk even in de zaal of er vragen zijn. Ik moet allemaal even moeilijke blikken allemaal kijken. Ja, moet ik even laten. Ja, dat vraagt even wat doordenking. Hè? Ik heb wel een vraag aan je, Mark. Jij zegt deze technologie, en wij hebben het hier vaker over gehad, hè, de sociotechniek, Jan in het veld, uit de jaren 70 en 80, normering van de arbeid, hè, kwaliteit van de arbeid. Je zou dus denken, goh, dit bestaat al bijna 50 jaar, hè, geloof ik. Waarom is dat in ons geheugen verdwenen? Waarom hebben we hier te weinig kennis van gehad, Mark? Is dat nou zo nieuw ook voor onderwijs? Ja, dit is een goede vraag. Dankjewel. Ja. En alle vragen hierover, daarvan ga ik zeggen, ja, dat is een goede vraag. dat haalt het nou weer een beetje naar beneden. Ja. Nee. Kijk, weet je, het punt is, volgens mij, hè, Ik heb het zelf ook ontdekt. Ik ben, zoals jullie misschien weten, ben ik in MBO 2030, dus de toekomst van het MBO, ben ik projectleider voor taken en rollen van docenten. En ik heb de taken en rollen van MBO-docenten helemaal uitgewerkt. Overigens in de coronacrisis online, hartstikke lastig, maar niettemin. Een aantal mensen zijn ook online. Met een aantal docenten hebben dat uitgewerkt. Heel systematisch. Wat is eigenlijk de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs? Hoe zien die taken er nou eigenlijk uit en hoe ontwikkelen die zich? En dan merkte ik toen kwamen we tot een aantal plaatjes. En toen ontdekte ik het een keer, toen zag ik dat het plaatje dat we gemaakt hadden als resultaat van de 2030-verkenning, dus gemaakt in 2021, dat we dat plaatje in 2003 ook al hadden. Dus het plaatje wat, dat was mijn ontdekking. Ik zag in één keer, we hebben een plaatje gemaakt en in onze literatuurverkenning, want we hebben alles gedocumenteerd sinds 1995. We hebben in de coronacrisis verschrikkelijk hard gewerkt. En toen ontdekte ik in één keer dat we dat plaatje hadden. En toen realiseerde ik me dus, kennelijk leren wij het niet zo gemakkelijk. Of in ieder geval wat we nu als iets heel nieuws zagen, hadden we al. En hoe kan dat nou? En kennelijk zitten we dus in een soort van doekcultuur. En hebben we te weinig een leercultuur. En daar probeerde ik net iets over te zeggen. En in ieder geval, die leercultuur is weinig geoperationaliseerd. Iedereen heeft het misschien druk, maar dat is één reden. En de tweede, ik verwees net naar de kop van de NRC van vandaag, ik zat net in de trein. De grote kop is, dus onze openbare financiën staan sterk onder druk, omdat onze ICT niet meegaat en daardoor grote problemen, dus publieke sectorproblemen. En dat hebben we dus in 2021 in Science Guide geschreven, op basis van de parlementaire enquête naar de publieke dienstverlening. Die gaat niet over het onderwijs, daar was onderwijs de grote ontbrekende.
hebben we ook over geschreven in hetzelfde stuk. Maar dan zie je dus bij de arbeidsinspectie, nee, is het niet waar, bij de belastingen, bij de arbeidsvoorziening, bij Rijkswaterstaat en bij de rijbewijzen, bij die vier sectoren, die stonden centraal in die parlementaire enquête. Die problemen bestaan namelijk het niet verrijken van de arbeidsnormen, problemen in de omgang met ICT en ten derde, we leren niet van elkaar. Tenminste, dat is onze lezing daarvan. En het probleem van ICT, Marijke Kral die zit op de achtergrond in de camera mee te doen, we hebben die onderzoekswerkplaats gehad de laatste 4 of 5 jaar, gepersonaliseerd leren met ICT in het mbo. Een door NRO gefinancierde onderzoekswerkplaats. En wat je daar ziet is dat de basisvaardigheden ICT-geletterdheid voor leraren relatief weinig ontwikkeld zijn. En de zelfregie in termen van die leraren als het gaat over de vernieuwing van het onderwijs nog relatief weinig uit de verf komen. Maar als je dat heel goed gaat begeleiden, zoiets doet als wij hier nu doen, alleen dan nog iets rijker, dat je dan echt ook wel kunt ontwikkelen. En daar doen een aantal mbo-scholen aan mee. Dus die problemen in het onderwijs die zijn eigenlijk al diepergaand. En we hebben nooit, denk ik, echt vanuit een arbeidskundig perspectief, wel vanuit een onderwijskundig en ook naar een onderwijspsychologisch, leerpsychologisch perspectief natuurlijk gekeken. Maar niet zozeer uit een arbeidskundig perspectief. Dus dat is wel nieuw. Maar ja, ik noem maar de Pallascentrale die nu gebouwd wordt in Noord-Holland. Die wordt volgens deze principes gebouwd. Die ik hier laat zien. Dus het is wel bewezen evidence. Ja, dus eigenlijk zeg jij, we zitten te veel in een doe-cultuur. En te weinig in een leercultuur. Zeker. Zeker in het onderwijs. Ja. Het is natuurlijk iets met bakker en oud brood, hè. Maar eigenlijk zeg jij ook, en zover we dat doen met die leercultuur, zit dat meer op onderwijskundig-pedagogisch dan over het arbeidsgerelateerd leren. Is dat eigenlijk is dat een gap, missing link? Ik denk dat dat een absoluut ontbrekende schakel is. In ieder geval heb ik geprobeerd uit te leggen waarom ik denk dat dat van belang is. Ja, nee. Deze tekening die we gemaakt hebben, die helpt daarbij. Kijk, en dan zie je ook van de taakontwikkeling. Dus dat gaat eigenlijk over time and motion studies. Zoals je die zou kunnen ontdekken. En dit gaat veel meer over hoe zit je in je rol als schoolleider ten opzichte van het team. Of in de begeleiding van die leerlingen die nu uitvallen door de coronacrisis. Of, snap je? En dit gaat veel meer over plannen maken, het schoolbestuur, in de richting van, wij willen Amsterdam-West oplichten. Of wij willen in Rotterdam-Zuid iets doen. Ja. Helder. Dankjewel. Ik zie een vraag hier. De microfoon komt eraan. Ja, even proberen de complexiteit. Mark, mijn naam is Nelly Groen en ik praat nu vanuit mijn ervaring als schoolleider bij de Numari in Haarlem onder andere. Als schoolleider zie je in dit model enorm veel kansen. Dat is ook waar je mee bezig bent. Je wilt graag openbreken en zorgen dat mensen met elkaar gaan samenwerken en kennis delen. Maar als ik terugkijk naar de presentatie van Frank, dan zie ik dat bijvoorbeeld docenten in het VWO, die pak ik er even uit omdat het daar het meest kenmerkend is, die staan het hoogste in de ranglijst van het imago van hun beroep. En dat associëren zij met hun autonomie die ze hebben, hun autonome professionaliteit, om zelf hun vakken in te richten. Dat is voor hun ontzettend belangrijk en daar halen ze een groot deel van de waarde van hun werk uit. En dat staat heel vaak haaks op elkaar. Ik heb jou geschreven ook als voorbeeld van de implementatie van de ontwikkelruimte. Wat gebeurt daar in de school? Dat betekent dat de vakgroepen zelf ruimte nemen om zelf te besluiten wat ze wanneer gaan doen. En dat staat eigenlijk weer haaks op de lerende cultuur. Eigenlijk is mijn vraag, herken je het? Is het een vraagstuk wat jij ook ziet? Nelly, dank je wel sowieso dat je hier bent, hè, en dat je ook deze punten naar voren brengt. Wat Ruud en ik hebben geprobeerd te doen, is een onderscheid maken, een beetje ideatypisch, tussen de autonome docent en de docent die in teamverband werkt. En op een of andere manier is een ontlasting van de taak, denk ik, nodig. En dat kan door het werk op een andere manier te verdelen of op een andere manier te organiseren. Je zult uit de situatie Amsterdam basisonderwijs niet zomaar komen als je niet op een of andere manier het werk anders organiseert. En nou ja, jullie bij Dunamare ook. We hebben de laatste tijd veel gesprekken gehad met Epro van Loenen, de bestuurder bij Dunamare. Daar heb ik je ook weer ontmoet, dus het is fijn dat je hier bent. En een van de dingen die daar gebeurt in de school is, er is verloop. En tegelijkertijd is het vraagstuk er van,
leraren die misschien hun kennis niet delen of bukken of niet weten. Het gaat niet over Dunamare, het is het landelijk beeld. Hè, want er zijn veel meer schoolbesturen die met dit vraagstuk zitten. En we moeten het ook in algemene zin bezien. Neem de scholen die je zelf leiding hebt gegeven in Velzen, waar je ook voortdurend met tekorten hebt en tekort aan instroom. Dus je weet gewoon, dit is de spanning. Maar de vraag is, hoe kom je hier dan uit? En je kunt het alleen maar lerend maken als je mensen uit hun professioneel isolement haalt. Dus je moet op een of andere manier, denk ik, en dat is dan meteen het eerste punt in die agenda, die komt daar natuurlijk nog weer verder, doorbreek het professioneel isolement. Dat staat er om die reden, precies omdat jij die vraag stelt. En de vraag is, hoe kun je dat nou op een slimme manier doen? Moet je dan met iedereen gaan praten? En dat is het voorstel wat we gaan doen. En we gaan dus, het idee is om een spiegel te maken voor het voortgezet onderwijs de komende periode. Waar we met een aantal schoolbesturen precies de dimensies die we hier in termen van wendbaarheid op het bord hebben geschreven ook gaan meten. En dus gaan we kijken of we dat inzicht geeft. Is het zo dat het voor VWO-docenten eerste graad anders is dan voor mensen die in het technisch beroepsonderwijs werken? En waarom dan? Dat weten we niet. Dat gaan we doen. Dankjewel. Kijk even of er nog een vraag is. Hier is nog een vraag. Ja, dankjewel voor je mooie verhalen en conceptuele verhalen ook. En een heel aantal aspecten van de bouwstenen die je hebt ook, van je vorige plaatje, gaat ook over de aspecten van kwaliteit. Dus het leren van elkaar, het professionaliteit. En intuïtief voel je aan dat het professionele leren moet resulteren in beter onderwijs of beter leerling of een beter leervermogen van de leerlingen. Maar mijn gevoel is dat we daar heel weinig over weten, over die relaties. En misschien kun je mij aangeven, wat weten we eigenlijk van de relatie tussen de kwaliteit van een leeromgeving voor de kwaliteit van de leerling, voor de leerlingen. En op nationale of misschien op lokale schaal waar geëxperimenteerd wordt, misschien met metingen van wat is nu eigenlijk de input van de kwaliteit van leraar op de leerlingen. Daar ben ik gewoon erg benieuwd naar. Ja. Dat is een heel erg goede vraag, maar die is heel erg moeilijk in algemene zin natuurlijk te beantwoorden. Je kunt denken aan de algemene steekproeven die daarover zijn, maar ik denk dat je een andere manier van kijken nodig hebt. Ik antwoord, als je het goed vindt, indirect. En ik ga niet naar de grote statistische verbanden even kijken, want wat zeggen die precies? Wim Langens was in Gorinchem bezig met het VMBO techniek en heeft deze principes in de revitalisering van technisch beroepsonderwijs in 2003 tot 2010 toegepast en zag dat de schooluitval met 40% terugliep. Dus dat is ook een vorm van kwaliteit. En hij is nu directeur van het technasium in Gorinchem en past deze principes toe met dezelfde successen. Dus ja, je zult misschien ook wel op een andere manier moeten kijken naar, of je zult in ieder geval een definitie moeten hebben, wat is kwaliteit van de leraar? En wat is de kwaliteit van die leerlingen? En wat zijn daarvan de indicatoren? En kijk, ik ben alleen maar één dag in de week hoogleraar onderwijs-arbeidsmarkt geweest en niet in die hele wereld zo diep gedoken om dat uit te leggen. Maar dat heb ik wel geconstateerd. Ik heb geconstateerd dat we over een aantal vraagstukken heel wat informatie hebben, maar ook heel veel, en daar begon je mee, Didier, heel veel braakliggend terrein hebben. Dus we zouden het eigenlijk eens empirisch moeten uit gaan zoeken. En daar gaan we dus ook mee beginnen met die spiegel, waar we gewoon, en onze leidende gedachten zijn. Goh, zijn die docenten wel wendbaar? Nou, hypothese 1, ja, ze zijn het. Hypothese 2, ze zijn het niet. Nou, hoe zit het? 2, generaties van nieuwe leerlingen die binnenkomen. Die alumni van de leraaropleiding, excuus. Dus nieuwe leerkrachten in opleiding en daarna echte leerkrachten. Waarom gaan die meteen weer weg? Hoofdstuk van mijn boek over de bindingskracht van het onderwijs. Weten wij het niet. Tenminste, ik heb de literatuur daarover geprobeerd te lezen. Ik kon het niet zo goed vinden. Leiding geven, teacher leadership. Hoe zit het precies in elkaar? Dus ik denk eigenlijk dat er nog wel een aantal heel interessante vragen zijn die je hieruit kunt volgen. En dat gaan we proberen te doen. Oké, dankjewel Mark. We gaan nu over naar een mooi en officieel moment. Namelijk de overhandiging van het boek. Daarvoor vraag ik naast Frank natuurlijk naar voren onze twee gasten. Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs Fons Dingelstad, directeur kennis van het ministerie van OCMW. Ik stel voor om het officiële momentum te pakken en het boek te overhandigen. Ja, jij staat het dichtstbij, Alida. Dus we zijn trots op een dik boek. Het was de bedoeling om het iets minder dik te maken, maar het is niet gelukt.
Verder staat er wel heel veel in, zoals je ook van Mark hebt kunnen horen, die een goede bespiegeling heeft gegeven. Dus, maar de staat van het onderwijs is misschien nog wat dikker dan dit. Hè? Dus je bent er wat gewend. Je bent er wat gewend. In ieder geval, bedankt ervoor. Ontzettend bedankt, ja. Mark. Bedankt dat je er bent, natuurlijk. Mark. Ja. 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 Dankjewel. Ja. Zal ik het dan afvragen? Ja, ja. Ja, maar dan ook een klein woordje. Dus, Aline, je was heel vaak bij onze seminars. Het is super fijn dat we altijd de discussie konden voeren. Ik mocht ook een keer bij jou zijn in de arena en de staat mee toelichten. Dus fijn dat je dit ontvangst wil nemen. Maar ik mag even iets tegen Fons ook zeggen. Want Fons zit namelijk in ons leerstoelenbestuur. Hè. Die is altijd ook grote steun geweest voor onze leerstoelen. En is natuurlijk de directeur kennis van het ministerie. En we hebben een aantal kennisproblemen proberen verder uit te werken. En ik hoop dat jullie daar veel voordeel van hebben, alsjeblieft. Dat mooi, dankjewel. Misschien even... Alida, wil jij als eerste... Ja, graag, kort... als ik nog iets mag zeggen. Graag. Het is een sneak preview. En ik was al onder de indruk, ik heb niet helemaal van kaf tot kaf gelezen. Inderdaad, in 354 pagina's. Maar wel enkele hoofdstukken. En het was wel echt grappig voor mij, omdat ik mijn huidige baan en mijn vorige baan in een soort terugblik in dit boek opgetekend zag. Wat sommige momenten van vreugde in zich opriep, maar sommige momenten van verdriet. En dat is ook onafwendbaar. En wat ik wel aardig vond, jij zei net, Mark, van eigenlijk is de wortel van heel veel problemen te vinden in dat de werkvloer zich zo moeilijk vermengt met de politiek en met beleid. En ik zou daar eigenlijk een variant op willen bedenken dat ik denk dat als het om lerarenbeleid gaat, dat het grote vacuüm toch nog steeds is de beroepsgroepontwikkeling. En daar kan je echt stapels van dit soort dikke boeken over maken, hoe dat in het verleden ook telkens geprobeerd is. Maar toch ook even vaak weer, niet gelukt of net niet gelukt is. En nu ook nieuwe lood in de stam, het lerarencollectief. Maar ik denk dat die lerarenagenda van de toekomst een stuk dunner zou kunnen zijn als die beroepsgroeporganisatie zich beter ontwikkelt. Omdat de gesprekspartner in dat vacuüm eigenlijk ontbreekt. Dus ik had gisteren over de nieuwe onderzoekskaders van inspectie een hele groep mensen uit het onderwijsveld. En toen presenteerden wij waar wij mee bezig waren. En toen dacht ik, eigenlijk zijn wij als inspectie ook terechtgekomen waar we eigenlijk niet willen zijn. Namelijk tot in de haarvaten van dat vak. En het is onafwendbaar dat wij dat doen met onze mensen. Omdat de maatschappelijke roep er is. Omdat de behoefte er is, ook politiek. Er is ontzettend veel druk op. Maar eigenlijk zit ik dingen te doen die ik liever aan de beroepsgroep over zou willen laten. En individuele leraren willen dat graag. Maar het platform waarin je dat met elkaar kan doen. Ik zie zo verlangend uit naar dat er ooit een keer zal zijn op een volwassen manier. En dan ben ik ervan overtuigd dat dit hele rijtje, dat je dat eigenlijk niet meer in de lerarenagenda hoeft te stoppen, maar dat dat echt ook door leraren omarmd kan worden. En dat die content, want dit vraagt ook om een heleboel inhoud, dan ook langs andere weg tot stand komt. Dus dat jij nu werkt bijvoorbeeld aan rol en taken van de mbo-docent, doe je gelukkig met de mbo-docenten. Maar eigenlijk dacht ik ook van ja, is toch eigenlijk wel een symptoom van wat ik hier bedoel. Maar dit is heel leerzaam. En volgens mij heel veel collega's van vroeger die nu werken aan het lerarenbeleid van de toekomst zouden er volgens mij wijs aan doen dit heel goed te lezen. Omdat je kan leren wat geprobeerd is en wat daarin succesvol was en wat niet. Dus ik hoop dat dat een heleboel mensen zich dat tot zich gaan nemen. Dank voor die compilatie en ook dank voor 10 jaar heel veel mooi werk. Mooi, dankjewel. Fonds vanuit het departement. En ook op 10 jaar. Weet niet of ik iets vanuit het departement nu in de zin van beleid moet gaan zeggen. Jullie weten allemaal, het zijn drukke tijden als het over het lerarenberoep gaat. Er is veel in beweging, ook op het departement zelf. We zijn voor het eerst weer bezig om ook naar de structuur van het departement te kijken. En misschien even terug naar het ontstaan van de leerstoelen. Jullie zijn een gevolg van de directie leraren. Dus ik voel me in een zekere zin ook erfgenaam van Hans van der Vlucht, die toentertijd directeur leraren was en die de leerstoelen heeft helpen oprichten. Ik heb het als directeur PO overgenomen. Ik heb het meegenomen naar de directie kennis. En ik wilde eigenlijk toch vooral deze bijeenkomst gebruiken om vanuit het departement jullie beiden te bedanken voor een geweldige inzet in 10 jaar tijd. Dit is de tweede bundel die er ligt. De andere was, geloof ik,
500, ietsje minder of iets meer. Net zo dik. Maar jullie zijn toch met z'n tweeën een geweldige inspiratie geweest op een heel moeilijk beleidsterrein. Alida zei het al, het leraarschap in het onderwijs in Nederland is geen gemakkelijke kwestie. En hebben daarin geprobeerd in een tijd waarin het ook best moeilijk was om daar heel veel denkmateriaal aan te leveren om de gesprekken verder te brengen. En heel veel van die gesprekken hebben in deze zaal of in een andere zaal van de CAOP plaatsgevonden. Dus wat dat betreft ook heel veel dank aan de CAOP voor het hosten van de leerstoelen samen met de universiteiten. En ja, na 10 jaar komt er gewoon een einde aan. Dus Frank had nog iets van, moeten we niet doorgaan? Jij zegt datzelfde eigenlijk ook. Allerlei discussies over de kennisinfrastructuur zijn nu ook volop gaande. Wat is daar wijsheid in? En de rol van leerstoelen daarin gaan wij als departement ook weer verder over nadenken. Maar dat kan ook allerlei andere vormen aannemen. Deze neemt in ieder geval een einde in de huidige vorm. Ja, en wat mij betreft dus heel veel dank voor alles wat jullie gedaan hebben. Ik zat net nog weer te denken, Mark, tijdens jouw presentatie. Dus hoe ik ineens dacht van, jongen, wat een energie. Ja, jij zei ook even laten bezinken. Maar geweldige resultaten, Frank en Mark. Iedere keer weer voor toch een hele kleine betrekking. Maar wat een kwaliteit. En heel veel dank namens het hele departement voor al die jaren die jullie aan dit mooie onderwerp gegeven hebben. En de CAOP namelijk. Dank voor alle hosting. Dus applausje van Mark, Patrick, Fido. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ga lekker zitten. Dankjewel. Mag ik hem echt hebben, hè? Ja, hij is voor jou. Ja, 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 ja. De eerste exemplaren, Alida, volgens voor jullie. Oké. Okay. Dan vraag ik nu mijn collega Ruud van der Aa naar voren. Ruud, we werden net al uitgebreid bedankt, de fondsen, als CAOP. En we zijn natuurlijk ook zelf buitengewoon trots op het boek, waar jij en je collega's ontzettend veel bijdragen hebben geleverd samen met de twee kanjers hier vooraan, Frank en Mark. Wat nemen wij nou mee na 10 jaar leerstoel, niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst? Kun je ons daar eens in meenemen? Ja. Ik heb een paar. Ja, ik heb geen presentatie voorbereid. Ik heb gewoon even een paar aandachtspunten die ik denk van belang zijn. Want nou ligt dat dikke boek er. En ja, hoe nu verder? En welke rol als CLP kunnen wij erin vervullen? Ik merkte net eventjes ook toen de directie leraren van OCW werd genoemd, dacht ik van hé, daar heb ik ooit nog als gedetacheerde gewerkt vanuit Ecorus. Dat was ruim 10 jaar geleden. 6 jaar geleden ben ik bij het CLP geworden, ben ik met Mark en Frank aan de slag gegaan. Heb daar heel veel hele leuke en inspirerende werkzaamheden voor mogen doen. En ik ben ook blij dat dat boek er ligt. Maar hoe nu verder? En vooral ook die 10 punten, hoe gaan we daar nou verder mee aan de slag? Hoe gaan we ook de kennis die we ontwikkeld hebben over de onderwijs-arbeidsmarkt, hoe gaan we dat doorontwikkelen? En hoe gaan we ook die discussie, die het boek waartoe veel aanleiding is, hoe gaan we die discussie verder entameren? En ik wil daar even een paar opmerkingen over maken. Ja. Want feitelijk denk ik dat het boek is ook onderdeel eigenlijk van de beleidscyclus. Is een vorm van een interventie. Niet een hele gerichte interventie, maar we doen wel een kennisontwikkeling. En dat vraagt nu om actie en ook op enig moment later vraagt dat ook om reflectie. En ik denk ook dat het boek ook geplaatst kan worden in de aandachtspunten die wij zelf, de kritische aandachtspunten die we zelf voor de lerarenagenda hebben. En dan gaat het om eigenaarschap en draagvlak, maar ik noemde ze er straks. Continuïteit en coherentie. En wat is het belang van een onderzoeksstrategie en een lange termijn onderzoeksagenda? De ontwikkeling en toetsing van een beleidstheorie. Hoe willen we nou eigenlijk verder komen met de lerarenagenda? En ook onderzoek en beleid als lerend systeem. Nou, hoe doen we dat nu vanuit het CAOP de komende tijd? Er zijn een paar aandachtspunten. Als onafhankelijke partij in de kennisontwikkeling en advies. In samenwerking met partners. We zitten ook in het raamcontract voor OCW. Maar we werken heel veel op andere manieren samen om onderzoek te doen. Maar CAOP doet ook meer. We brengen mensen, organisaties bij elkaar, helpen hen maatschappelijke vraagstukken op te lossen via onder andere via de dialoog samen met beleidsmakers, met schoolbesturen, arbeidsmarktfondsen voor het onderwijs. Merk op trouwens dat ons boek, in tegenstelling tot het vorige, nu ook aandacht besteedt aan het HBO. Dat was de vorige keer niet zo. En natuurlijk met veel onderzoekers zijn we in gesprek.
kennisdeling bevorderen, onder andere via onze eigen webinars, artikelen. De website Onderwijs aan het Werk, waar dit boek wordt gepresenteerd, zal ook in de lucht blijven en willen we ook de komende jaren blijven actualiseren. Verbinding van het COP met de andere leerstoelen. En via Frank en Mark hoop ik ook dat we de kennisontwikkeling voort kunnen zetten. Iets over de benutting van zo'n boek. Ik heb samen met Christa Teurlings in het boek heb ik een hoofdstuk geschreven over de kennisbenutting van leraren. Met name naar aanleiding van de kennisrotonde. Hoe maken leraren nu gebruik van de kennisantwoorden, de vragen die leraren stellen aan de kennisrotonde? Wanneer worden die antwoorden nu gebruikt? Nou, zo'nzelfde vraag zou je eigenlijk kunnen stellen aan dat boek. Wanneer wordt dat boek nu feitelijk gebruikt? En ja, dat geeft een aantal inzichten. Ik zal mijn bril er even weer opzetten, zodat ik geen belangrijke punten over het hoofd zie. Trouwens, hoofdstuk 27. Voor degene die direct van willen... Van 34, hè, jongens? Ja. Hey, maar voor kennisbenutting, het gaat natuurlijk om van dat je kennis en inzicht op een toegankelijke manier beschikbaar stelt. Discussieert met beleidsmakers en uitvoerenden. Er wordt ook wel gesproken over een dialoog van gezamenlijke kennisconstructie. Ik geloof dat het Wouter Schenk is, die daar meerdere keren ook onderzoek naar heeft gedaan. Een mooie term, gezamenlijke kennisconstructie. Daar gaat het om begrijpen, verkennen, verbinden met en integreren in beleid van die inzichten die we hebben opgedaan rondom die onderwijs-arbeidsmarkt die in het boek staan. Tegelijkertijd realiserend dat beleidsprocessen complex zijn. Kennisbenutting in het algemeen verloopt vaak niet lineair. Ik bedoel, dat zouden we wel willen. We doen een interventie en we zien een resultaat. We willen impact meten. Maar het is juist vaak een herhalend, iteratief proces tussen een cyclus van beleid, waaruit kennisbehoeftes voortvloeien. Je doet onderzoek, het geeft nieuwe inzichten. Beleid wordt aangepast of er wordt nieuw onderzoek gedaan of beide. Het is in feite een ongoing cyclus. Ik denk dat we ons bewust moeten zijn dus dat onderzoek ook onderdeel uitmaakt van die beleidscyclus en dat er ook een onderzoekscyclus is die voortdurend weer gevoed wordt door nieuwe beleidsontwikkelingen. Ik denk dat er in die context ook meer ruimte is voor actieonderzoek. Samen met Kennisland en ook Marco Snoek, zijn naam is eerder gevallen, hebben wij mooie ideeën ooit ontwikkeld over meer actieonderzoek, meer ruimte voor experimenteren, waarbij we het veld graag willen betrekken bij de onderzoeksvragen, zoals die worden uitgevoerd door, in onderzoeksland. Ondanks het vele veldwerk, is misschien ook wel een van de werkdrukcomponenten in het onderwijs, het vele veldwerk waarmee het onderwijs wordt overladen vaak, zijn er toch vaak gescheiden werelden, het onderwijs en onderzoek. We hadden het net over de leraren en het beleid, maar ook onderzoek en onderwijs zijn vaak gescheiden werelden en hoe breng je die bij elkaar? En ik denk ook dat het belangrijk is, vanuit beleid geredeneerd, zoek bij voorkeur vanuit een doordachte beleidstheorie effectieve allianties met de sectorraden, met de bonden, regionale samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, leraren enzovoort. We hebben een ambitieuze agenda, Ruud. Ja, nog twee punten. Ook aandacht, als het gaat om die kennisbenutting, ook aandacht voor de rol van beleidsmakers. Om te leren, te innoveren en onderzoek te doen of te laten doen. Het continu kunnen schakelen. En daar zit ook die analogie met die leraren in die ook zichzelf willen verbeteren en daarbij kennis benutten uit de wetenschap. Hoe kunnen ze nou hun onderwijspraktijk bevorderen, verbeteren? Maar ik denk dat het ook voor beleid geldt. Het continu kunnen schakelen tussen het uitvoeren van beleid, het ontwikkelen van beleid en het richten van nieuw beleid. Ik denk ook, er ligt een belangrijke vergelijking met het hoofdstuk 3, waar Mark het er straks over had, om op basis van die sociotechniek ook vanuit het beleid wendbaar gedrag te ontwikkelen en te kunnen groeien. Het gaat ook om eigen regie, sturing en dan de grip op het werk. In hoeverre is er dan een beleid in het algemeen en de beleidsambtenaar in het bijzonder, in hoeverre is die op zijn plaats? Dat is denk ik een belangrijke vraag als het gaat ook om het ontwikkelen van nieuw beleid. En ik denk dat het belangrijk is dat er aandacht zijn voor de condities voor lerend beleid. Op alle geledingen. Macro, meso en micro. Dus op alle niveaus. Welke politiek, in welke rol speelt de politiek daarin? De beschikbare middelen en ook de kennisontwikkeling. En tot slot, van deze aandachtspunten, versterkt die kennisinfrastructuur. En niet alleen onderwijskundig, maar ik denk dat ook juist in relatie tot arbeidsmarktvraagstukken. Heel veel onderzoek wat gebeurt bij NRO, maar ook vragen die de kennisrotonde beantwoordt. Daar zitten wel arbeidsmarktvraagstukken in, maar vaak in een zeer bescheiden mate. Ik denk dat dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Door bijvoorbeeld periodiek overzichtsstudies te maken. Het boek is een mooi voorbeeld, met relevante kennis en inzichten voor beleid.
aandacht voor de voorwaarden om die kennis te integreren in de beleidsontwikkeling. En kijk ook vooral waar regionaal en lokaal behoefte aan bestaat. En ik denk dat dat een mooie oproep is aan ieder hier in de zaal, iedereen thuis, iedereen die we nog gaan ontmoeten de komende tijd. Die het belang van goed onderwijs inziet en ook de rol die onderwijs en kennis of onderzoek en kennis daarin kunnen vervullen. Dat is mijn pleidooi. Mooi, dankjewel. Nou hebben we natuurlijk achter je al een tijdje 10 bouwstenen staan. En Alida zei net, nou, als we nou één mooie beroepsorganisatie hebben die dat allemaal even, hè, als dat nou goed wordt neergezet, dan kunnen we die bouwstenen daar allemaal in integreren. Maar zolang we dat niet hebben, hebben we toch al 10 bouwstenen, Alida. Dus we hebben ze al eerder benoemd, hè, bevorderen de leercultuur en doorbreken het professionele isolement. Is net uitvoerig bij stilgestaan. Innovatieve condities voor duurzame ontwikkeling. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel een beeld bij hebben. Verbreed het potentieel. Het ging over hybride docenten. Zij in stroom, maar misschien ook wel met bevoegdheden. Ontwikkel een breed gedragen beroepsstandaard. Ja, daar heb je dus die beroepsgroepsvorming voor nodig. Om dat vorm te krijgen. Vergroot het coördinatievermogen binnen en tussen onderwijssectoren. Ik hoor net al Fons iets roepen dat ze bij het departement daar misschien wel weer mee gaan beginnen. Nou, dat zou wel mooi zijn. We hebben de afgelopen jaren, staat ook in het boek, zoals last gehad van de hokjes daartussen. Richt aantrekkelijke onderwijsprogramma's in, zowel in de klas als daarbuiten als je kijkt naar opleiden. Hè. Dat zijn belangrijke thematieken ook, hoe je onderwijs meer laat aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Ontwikkel een dynamisch beroepsbeeld. Nou, we hebben het eerder gehad, hè, Ruud, over het beroepsbeeld, ook ontwikkeld door Marco Snoek, die een prachtige voorzet daarvoor heeft gegeven, zowel uit de sectoren als intersectoraal, zeg maar. Verken de open beleidstheorie, heb jij net uitgebreid over. Zet investeren op lange termijn, dat zou toch mooi zijn. We hebben net 10 jaar een leerstoel gehad. Dat is eigenlijk uniek, hè, jongens. 3 kabinetten met 1 leeropdracht. Dat zou toch leuk zijn als we daar weer wat meer mee kunnen in plaats van 3 of 4 jaar. Maar misschien juist wel een agenda die meerdere kabinetten overstijgt. En is er eerder al een belangrijke oproep bij punt 10 gehouden. Mm-hmm. Ik kijk eens rond. Ik vraag me af, dankjewel Ruud trouwens, ja, okay, of er vragen zijn. Ook naar aanleiding hiervan, naar aanleiding van de oproepen die net zijn gedaan in de zaal. Beroepsgroepvorming, dan lossen we het op. Ik zie hier. Even wachten, Hans, want er komt nu Rob, komt nu even met de microfoon. Hallo, ik ben Hans Timmerman. Ik heb hier gewerkt met Mark aan de, zeg maar het werk duurzaam ontwikkelen. En ik kijk hier nou naar die 10 bouwstenen, die lijken mij heel valide. Maar ik mis er eigenlijk één. Dat is gewoon betrek leraren bij het onderzoek. Dat is eigenlijk wat uit het pleidooi van Ruud haal ik dat. Dat zou een hele belangrijke zijn. Ik ken hem uit de zorg. In de gehandicaptenzorg bestaat het uitdagen. Geen onderzoek over ons zonder ons. Dat zou hier ook toegepast kunnen worden. Dus die wil ik even meegeven. Nou, misschien wel leuk. Ik ben helemaal vergeten om Mark en Frank naar voren te halen, bedenk ik mij ineens. Maar Frank, kan jij daar eens op reageren? Ja, ik denk dat als je naar bijvoorbeeld een dag van de onderwijsrecherchdagen gaat, dan zie je daar heel veel leraren al rondlopen. Dus ik denk dat er zijn ook allerlei financiële mogelijkheden voor. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Maar het kan altijd meer natuurlijk. En als ik bezig ga met de Teacher Lab, dan is het ook de bedoeling dat ik met interventies in de scholen samen met leraren het onderzoek ga doen. Dus dat is misschien nog een geruststelling. Ja. Gebeurt. Mark? Nou ja, weet je, er zijn altijd punten aan toe te voegen aan dit. Hè. Dus, maar ik denk dat ze verborgen zijn. Als je het over een leercultuur hebt, kun je niets zonder de leraar zelf. Hè. Dus het hele pleidooi ging over de ontwikkeling van de taken, de rol en de functie van de leraar. En ook van de schoolleider. Wim Maas is ook hier in de zaal natuurlijk belangrijk. In verbinding met de school, in verbinding met, als het gaat over beroepsonderwijs of zorg, hè, waar wij natuurlijk zelf dat stuk over hebben gemaakt, over wendbaar opleiden. Als je daar goed naar kijkt, hè, wat er in die mbo-wereld gebeurt, hè, die samen met zorginstellingen en samen met ons voorbeeld Avans Plus, of wat jij zelf gedaan hebt voor de gehandicaptenzorgen, de hele LLO, dus het leven lang ontwikkelen van niveau 3, 4 naar niveau 5, 6, ja, dat is precies samen met de professional. Maar dat is bijvoorbeeld de leercultuur doorbreken het professioneel isolement. Goed, zouden we er nog iets sterker achter kunnen zetten? Dat is duidelijk aandacht. Ja, en nou, misschien kan ik er nog even, want er net werd een vraag gesteld over die eerste graadsleraren.
En dat zijn, als je het dan hebt over wie zouden daar de voortrekkers in moeten zijn, dan denk dus inderdaad met name aan die eerste graads leraren. Maar ook daar is het dan wel belangrijk dat ze ook meedoen in die leercultuur. Dus als ze alleen maar gaan zeggen hoe het moet naar anderen, ze moeten ook een onderzoekende houding hebben. Hè? En zekere kwetsbaarheid tonen, ook ten aanzien van hun kennis, hun autoriteit. Je moet het ook echt een leercultuur mogelijk maken voor de andere leraren in de school. Ja. Dankjewel. Dus hier nog een andere vraag vooraan. Nogmaals, Ruud Bork. Ik was toevallig gisteren op het ROC van Amsterdam en ook vanmorgen op het NOVA College. En volgens mij vergeten we een groep die we moeten vragen. Dat zijn de klanten van het onderwijs, oftewel de leerlingen en de studenten. Het valt mij continu op hoe glashelder zij kunnen vertellen wat zij graag willen in hun school. Kun je dat iets meer duiden? Wat valt jou daaraan op? Nou, het valt me op dat ten eerste de verfrissende blik. En ze kunnen ook heel goed aanduiden wat ze van een docent verwachten. En welke interactie ze willen. Het respect voor de leerling zelf uiteraard. Maar gewoon hoe innovatief juist en hoeveel krachten er... Ik zie bijvoorbeeld met ICT-toepassingen, waarbij de docent soms zijn rol moet verlaten en vraagt gewoon interactie met zijn studenten. Nou, die vorm. Ja. Kunnen jullie daar eens op reageren? Ja, ik denk dat je zeker de ervaringen en de inzichten van de leerlingen kunt gebruiken. Ik denk dat een goede leraar dat in de interactie aangaat en ook leerlingen daartoe uitnodigt. Je kunt er heel veel van leren. Er worden op scholen ook enquêtes gehouden waarbij de leraar wordt beoordeeld op een heel aantal zaken. Hè. Dat is ook een manier om het anoniem te doen. Maar ook in het gesprek is dat belangrijk. Niet iedere leraar kan dat even goed. Er wordt in de leraaropleidingen al steeds meer aandacht besteed aan intervisie. Trouwens ook aan onderzoek. Hè? In de leraaropleiding ook daar. Maar ja, dat punt om te leren van je leerlingen elke dag weer, lijkt mij heel belangrijk. Ja. Lijkt mij ook, daar doe je het voor. Mark? Ja, twee punten. Kijk, dus theoretisch, je creëert een les en je reflecteert. En de reflectie is natuurlijk altijd met de leerlingen. Hè, dus daar zitten allemaal pedagogisch-didactische vragen die je in het creatieproces van de les kunt stellen. En dat is de feedback van de leerlingen. En die kun je ook expliciet vragen. Maar theoretisch kun je zeggen, nou, het zit in die reflectie. Heel erg. En, dus, dat is, dat, dus ik snap heel erg jouw pleidooi, Ruud. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de onderzoekswerkplaten die we nu gedaan hebben, gepersonaliseerd leren met ICT, is... dat heeft ieder ROC, Amsterdam, Nova, idem dito. Adnan Tekin is in de zaal nu ook. En het is fijn dat je er bent, Adnan. Want ieder ROC heeft gepersonaliseerde leerroutes als een soort van ideaal. Maar hoe doe je dat dan? Want welke mate van zelfregie vergt dat? En dat is een veronderstelling die niet zomaar gerealiseerd is. Daar moet je wat aan doen. Om een tweede voorbeeld te geven. Het Mediacollege in 2012... Amsterdam-West had een aantal uitdagingen. En een van de uitdagingen was dat de docenten niet voorop waren als het ging over de toepassing van nieuwe technologie en de studenten wel. En het ging toen niet zo goed met het Mediacollege, het gaat nu hartstikke goed met het Mediacollege. En toen hebben we in het Mediacollege het eerste practoraat gemaakt. Het practoraat sociale media. Dus ik heb een herfstvakantie besteed aan het schrijven van een voorstel en... Jeanette Noordijk heeft in onze plaats van 250.000 euro 500.000 euro gegeven. Soms moet je geluk hebben. En daarmee kwam het eerste practoraat wat Jelle Kolstra heeft ingevuld. Ik heb vorige week nog het filmpje wat Jelle bij onze oratie heeft gemaakt verspreid. Nou, dat is allemaal resultaat daarvan. Maar waar het om gaat is dit. Er was geen onderzoek in de school. En er was eigenlijk geen discussie tussen de leraar en de studenten in de school. En door dat practoraat hebben we dat voor elkaar gekregen. Het resultaat daarvan is www.mediawijsheid.nl. Voor het PO, voor het VO, voor het MBO, voor het HBO. Een waanzinnige doorbraak. En op dit moment, ik had vanmorgen nog practoratencommissie, zijn er 80. En zie je op alle domeinen in het MBO, als een soort van rijke lappendeken, overlappend in allerlei platforms, samenwerkingsprogramma's tussen docenten, onderzoekers en studenten. En dat stond ook in mijn oratie. Kijk, het is altijd zo, onderzoek. En professionalisering leiden pas tot onderwijsinnovatie. Het hoofdstuk wat ik met John Schobbe in het boek heb geschreven, laat het ook nog een keer zien. Het is nooit één van de dingen. Je moet het integraal bekijken in samenhang. En dan pas krijg je het voor elkaar. Dat is een heel goede vraag. En er zijn nog heel makkelijke en steeds vernieuwende vormen van toepassing op dat terrein. Ja, soms heel simpel. Wij zijn ooit met een paar collega's van het CHOP
naar een school van de Stichting Boor geweest in Rotterdam, basisschool, groep 3. Bij die volgens de leerkrachtmethodiek werkte van de Stichting Leerkracht van Jaap Versveld, waarin dat heel erg zit. Namelijk, hoe vinden leerlingen deze les en hoe kan dat verbeterd worden? Dus dat kan zelfs nog, zelfs in die groep vond ik indrukwekkend heel klein en heel mooi. Ja, even kijken. Ik zag daarachter nog een mevrouw met een vraag. Ja. Alleen maar een opmerking. Mijn buurvrouw toevallig, die heeft de functie van lectorleiding aan de onderzoekslijn Student Voice binnen het lectoraat Wereldburgerschap. En dat is weer een onderdeel van het kenniscentrum Global and Inclusive Learning. En dat is dus de stem van de student. Nou ja, zij geeft daar leiding aan. Dus de hogeschool hier in Den Haag, die doet daar kennelijk al aan. Hey, Student Voice. Ja, mooi. Dank u wel. Fijn dat u ons daar even op attendeert. Heel goed. Ik kijk, ja. Wat interessant is, hè, Laurence Guérin is lector op de hogeschool hier over wereldburgerschap. Is ook practor in Twente en is aanvoerder geweest van de onderzoekswerkplaats over burgerschap. Daar hebben Anne en ik ook vaak over gesproken in de zin van, ja, moet dat burgerschap nou gaan over, en dat is dan de vraag, hè, gaat het over democratisch gedrag? Of gaat het over het vraagstuk van burgerschap in het bedrijf? Of gaat het over onze sociaal-culturele diverse samenleving? En dat moet natuurlijk allemaal. En hoe doe je dat dan op een goede manier in het onderwijs? Nou, typisch voorbeeld. Ja, heel goed. Dankjewel. Ik zag hierachter nog een vraag. Ja. Mark, dank jullie wel dat ik hierbij mag zijn. Prachtig om het allemaal aan te horen. Ik hoor alles over de leraar, over de schoolleider, over de student. Maar ik hoor helemaal niks over de ondersteunende diensten die in grote aantal aanwezig zijn bij scholen. Wat is de rol van HR bijvoorbeeld in de verdere professionalisering? Ik had het wel, Prikasje, ik wist dat jij hier was. Hè. Hoe komen we van een gesloten model naar en hoe verbinden we bijvoorbeeld HR met onderwijskwaliteit? Want in diezelfde kolommen kun je zien dat de afdeling onderwijskwaliteit en de afdeling human resource of personeel, ik noem het altijd gewoon personeel en organisatie, want dat is het eigenlijk, dat die eigenlijk niet genoeg of verbonden zijn. En dan gaat het over de vraag van wat is eigenlijk je perspectief op strategische personeelsvoorziening. Hè? Waar zit je in het model van Ulrich? Hè? Zit je meer in de strategische kant of zit je meer in de administratieve kant? Nou ja, als het administratieve kant is, dan is het ingewikkeld. En als het rijker is, dus als die personeelsorganisatie, de organisatie van de personele functie in de school, zo moet ik het zeggen, als die meer aan de lijn verbonden is, dan krijg je een ander soort van gesprek, denk ik, bestuurlijk gezien. En dat is ook nodig, ook in verbinding met de lerarenopleiding. Dus het voorbeeld wat Theo Douma gisteren ontsloot over de RATO's, hè, dus wat voortkomt uit het plan Ascher, kun je op regionaal niveau de lerarenopleidingen en die scholen, dus dan gaat het over hun onderwijstijd en werving en selectie meer bij elkaar brengen. Ja, je hoopt dus dat op die manier die verticale structuur doorbreekt en dat je meer aan de weefsel komt. Er is niet echt een hoofdstuk over HR, maar het is denk ik juist vanuit deze manier bekeken. Hè, dus de ontwikkeling van functies in de school, van taken en functies, van taken en rollen in de functies in de school, bij uitstek een agenda die ook door HR personeelsmensen omarmd zou kunnen worden en uitgewerkt zou kunnen worden. Volgens mij zit hij alleen al in het eerste aandachtspunt, hè, van de 10 bouwstenen, toch? Doorbreek de professionele, hè? Dus ja, maar weet je bijvoorbeeld, daar heb je HR voor nodig, toch? Ja, maar bijvoorbeeld ook het hele beroepsbeeld, hè, als je dat nou neemt. Dus de vraag van Nelly Groen zojuist over de eerste graads leraar ten opzichte van de andere. En hoe wordt daar eigenlijk, als je dat beroepsbeeld niet dynamiseert, hè, dus alle complimenten voor Marco in de zin van, in het vorige boek had het ook opgenomen, Marco was ook in onze bespreking. Maar ik denk dat je het kunt dynamiseren. He, dus dat je, als je dat echt vanuit die taken en rollen doordenkt in hun ontwikkeling, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs, in het mbo-onderwijs, krijg je misschien niet hetzelfde plaatje, maar krijg je wel een veel rijker beeld. He, we hebben dat Ruud ook in termen van circulaire carrières nog geprobeerd te doen. En daar zit het ook al PNO. Oké, Helm. Wil jij nog iets toevoegen, Frank, op deze vraag? Nou, ik denk dat ik heb al de rol van het belang van de schoolleider genoemd. En de schoolleider wordt natuurlijk ondersteund, als het goed is, door HR. Dus het strategisch personeelsbeleid doet een schoolleider, als het goed is, niet alleen, maar zeker samen met de ondersteunende diensten. En wat je ook ziet in de cao's, de laatste cao die is afgesloten, zie je ook dat, en dat vind ik ook heel goed, dat er ook aandacht is geweest voor de arbeidsvoorwaarden van de ondersteunende diensten, die ook flinke salarisverhoging erbij hebben gekregen. Dus ik denk wel dat dat een hele goede zaak is.
Mooi, ja. Dankjewel. Ik kijk of er nog een vraag is. Ik zie daar iemand. Ja, daarachter. Oh, en daarvoor nog. Nou, twee vragen in ieder geval nog. Ik kijk ook even naar de tijd na. Wim Maas, AVS. Hoe heet dat? Hoe gaan we nu van geld gestuurd naar inhoud gestuurd? En ik zeg het omdat bij het verdelen van werkzaamheden er steeds naar middelen wordt, naar geld wordt gekeken in plaats van naar inhoud. En volgens mij praat je hier over inhoud. En hoe krijgen we nou dat gedraaid, gekeerd? Vraag je dat aan een econoom? Ja, er staan nogal wat reserves natuurlijk op, liggen op de plank bij onderwijsinstellingen die niet worden ingezet. Jij hier? heb ik tijd om na te denken? Ja, ik weet niet. Ik weet niet of je brengt het nogal als een. Als iets wat veranderd moet worden. Naar mijn idee wordt er zowel op geld gestuurd als op inhoud gestuurd op dit moment ook al. Het is niet het een of het ander. Hè? Dus misschien begrijp ik je vraag niet helemaal goed. Maar ik zie niet meteen het probleem zoals je dat schetst. Of zoals je het scherp stelt. Ja, misschien kun je hem ietsje duiden. Ja. Komt de microfoon aan. Ik heb een antwoord op je, maar... Ik heb al wat, hoe heet dat, ik loop al een tijdje in het onderwijs mee, dus ik heb ook alle onderwijssectoren zien ontstaan. En ik zie dat, mbo ken ik vrij aardig, dat daar bijvoorbeeld gewoon 1,7 miljard op de plank ligt. Wat je eigenlijk zou kunnen gebruiken om het in het onderwijs te stoppen. En dat is eigenlijk, waarom ligt dat geld op de plank? Omdat er schijnbaar risico's afgedekt moeten worden. En het is voor mij een klein beetje onduidelijk welke risico's er dan afgedekt moeten worden. Dan behalve gewoon kwalitatief goed onderwijs geven. Mm-hmm. Ah, helder. Ja, dus er blijft veel geld op de plank liggen omdat we risico's willen afdekken. Ja. Daarmee hebben we enorme reserves. Kunnen we dat niet meer op inhoud inzetten? Frank? Ja, goed. Je moet geen onnodige reserves aanhouden, zeg ik als econoom. Maar ik ben vooral geïnteresseerd. En dat vind ik wel een moeilijke van wat drijft... onderwijsbesturen dan om die reserves aan te houden. Natuurlijk, het heeft iets met risico's te maken, maar ik denk dat je veel beter een zicht moet krijgen van waarom die reserves worden aangehouden. En we hebben ook gezien dat onderwijsinstellingen, die kunnen ook failliet gaan. Misschien zijn ze te voorzichtig, misschien zijn er redenen waarom ze te voorzichtig zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ben ook geen expert in onderwijsreserves en hoe die besteed moeten worden. Dus ik durf er ook niet al te veel over te zeggen, behalve dan dat je goed moet weten waarom reserves aangehouden worden op dit moment en wat een optimale reserve zou kunnen zijn dan. Ja, oké. Okay. Maar wil jij de korte brengen? Ik kijk ook even naar de tijd namelijk. Ik wil een paar dingen daarover zeggen. Die vraag is denk ik een heel terechte vraag. Dat op de eerste plaats. Dus ik begrijp heel goed waar je het over hebt. Maar het is in de beeldvorming. Beeldvorming leidt het ook tot een soort van zwart-wit beeld. En ik weet niet of dat helpt. In ieder geval, zoals ik zelf in het boek zeg. Waarom hebben we in 2010 niet het onderwijs tot topsector benoemd? Dus dat is één punt. Dus de hele bezuinigingsoperatie. Ik heb er zelf ook een beetje last van gehad. Toen ik directeur was van het ECBO. Waarom hebben we dat eigenlijk gedaan? Anton Hemerijk, met wie ik veel samen heb gewerkt, hoogleraar in Florence, die heeft het over de social investment state. Dus we moeten investeren in onze publieke voorzieningen. Kijk, Maria Mazzucato, idem dito. We hebben dus vormen nodig van publieke en private samenwerking. En die heb je nodig voor een samenleving om te floreren. Ook omdat die democratisch kan blijven en dat die gewoon op een of andere manier gelijk kan zijn. Dat is één punt. Het tweede punt is hoe werkt het eigenlijk met die verantwoordingsstructuur in een school? Met Mark Vermeulen heb ik een hoofdstuk geschreven over de onderwijs-arbeidsmarkt in het handboek voor sociologie. Onderwijssociologie. Hoe ziet die markt er eigenlijk uit? En dan zie je dat het gaat over vraag en aanbod, hè, waar we het over hebben, en prijsvorm. Het gaat ook over het vermogen van leraren om zich aan te passen aan een gedifferentieerde groep leerlingen. En het gaat over hoe verhoud je als leraar ten opzichte van de hiërarchie in de school. Dus de schoolleiding, het bestuur en de Raad van Toezicht. Patrick en ik hebben daar wel eens over gesproken. Ook in het openbaar hebben we dat wel gedaan. En ik denk dat het ook goed is om te doen van wie is eigenlijk de school.
ultimo momento. En waar zit eigenlijk, in het licht ook van de verantwoordelijkheid van Alida Oppers natuurlijk als hoofdinspecteur-generaal en wat vastgelegd is in de wet, en dat is een heel interessante opmerking zojuist, die Alida prijs gaf, eigenlijk zijn wij als inspectie in de verkeerde arbeidsverdeling. Dus kunnen we op een of andere manier het evenwicht herschikken naar een ander institutioneel model, waarin we dus die kwaliteitsvragen en inhoudelijke vragen zodanig kunnen beantwoorden dat we ook het geld wat ervoor nodig is om daarin te investeren, dat op die manier kunnen toewijden. Ik ben ook nog lid van de SER Brabant, dat is het laatste wat ik nog even prijsgeef. Vanochtend hadden we een vergadering in Den Bosch, dat ging precies over deze vraag. Al die investeringen die gedaan worden, en dat blijkt ook in ons boek, bijvoorbeeld uit het hoofdstuk over dat werkdrukconvenant, hoe weten we eigenlijk wat eruit is gekomen? En kijk nu naar de investeringen die in het groeifonds worden gedaan. Ik heb er ook in mijn brief, die ik toen straks liet zien, in de feed forward letter, 10 punten voor het MBO daarop gewezen. Er zijn vrij grote bundels aan middelen. En hoe worden die eigenlijk besteed? Ja. En ik kan die vraag kan niet beantwoorden, maar ik kan wel de vraag stellen. Helemaal goed. Dank jullie wel. Ik kijk even naar de tijd. Dank. Dan wil ik nu graag naar voren roepen Geert ten Dam, voorzitter van de Stichting Leerstoelen CAOP. Geert. Dan ga ik dat heel kort doen. Het is echt volgens mij een hele mooie discussie ontbrand over een ontzettend belangrijk maatschappelijk terrein. En jullie natuurlijk daarmee, dat jullie hebben 10 jaar daar met hart en ziel voor ingezet. En behalve dat kloeke boek begrijp ik nu pas, was er ook al een deel 1 kloekboek. Dus ik moet nog ergens zien. Ik moet even ingrijpen, ik krijg geen geluid. Gaat het goed? Ja, hij gaat goed. Prima. Sorry. Nou, dat is niet erg. Dat eerste kloeke boek hou ik dan nog heel graag te goed. Want dan kan ik het helemaal volgen. Dus dank enorm voor wat jullie 10 jaar hebben neergelegd. Ministerie van Onderwijs, heel erg bedankt voor de financiering daarvan. Dat doe ik dan in de persoon van jouw fonds. Maar eigenlijk ook, Alida, ook in de persoon van jou. Want toen de leerstoelen begonnen, zat jij natuurlijk als directeur-generaal bij POVO. En jij hebt altijd de relatie met onderzoek, kennis, beleid heel erg warm hart toegedragen. Dus nou, ik doe het dan even bij jullie allebei. Twee reflecties. Ik mocht heel kort iets zeggen. Dus ik heb ontzettend zitten luisteren. Zijn er eigenlijk twee dingen die me heel erg na aan het hart liggen. Eén is hoe ongelooflijk rampzalig wij allemaal dat lerarentekort vinden. Ik bedoel, ik hoorde het in allerlei woorden terug. Die is heel erg groot. Dat delen wij, maar dat is geen troost, denk ik, met heel veel maatschappelijke sectoren. Morgen wordt een advies naar alle waarschijnlijkheid in de SER, de Sociaal-Economische Raad, vastgesteld over arbeidsmarkttekort in maatschappelijke sectoren. En dan gaat het, ja, natuurlijk over onderwijs. Het gaat ook over jeugd. Het gaat ook over de politie. Het gaat over allerlei sectoren. En ik mag natuurlijk niks over dat advies zeggen nu, want dan krijg ik ruzie met de SER. Maar waar wij het in de commissie, die het advies voorbereiden, eigenlijk continu over gehad hebben en waar we elkaar ook op vonden, is dat je moet, als je mensen wil trekken naar een beroepssector en ze daar ook wil vasthouden, dan moet je eigenlijk zorgen dat je investeert in betekenisvol werk. Dat het toe doet voor mensen en dat doelmatig is ingericht. En natuurlijk zijn arbeidsvoorwaarden daarbij ontzettend belangrijk. Frank gaf het bij jouw eerste presentatie al aan. Maar de crux is natuurlijk betekenisvolheid, is het waardevol wat je doet. En ik hoorde dat in verschillende woorden terug. Autonomie, professionele ruimte, enzovoort. Zelfsturing was ook een woord wat viel. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig weg te versimpelen tot baas in eigen klaslokaal. Ik hoorde de mevrouw, de schoolleider, ben uw naam vergeten, van hier de school ook al zeggen. Het gaat natuurlijk wel over een gedeelde professionaliteit en het gaat over een teamprofessionaliteit waarmee je met elkaar verantwoordelijkheid neemt voor het curriculum, voor doorlopende leerlijnen. En daar ook verantwoording over af wil leggen. Aan elkaar, aan de schoolleiding, aan bestuur, aan een overheid en ook aan de samenleving. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Zo'n
oproep van hybride docenten denk ik persoonlijk dat we daar leerlingen heel veel plezier mee doen. Want als ik één klacht vaak hoor, is hoe saai leerlingen het onderwijs vinden. En dat is natuurlijk dodelijk. Dus hybride docenten kunnen echt een hele mooie inspiratiebron zijn, mits ze aansluiten bij gedeelde professionaliteit. En niet denken, ik doe mijn ding en ik ben verder niet verantwoordelijk voor het totaal. Als laatste, die tekorten van leraren zijn heel groot, maar ze zijn niet gelijk verdeeld. Ik woon in Amsterdam, daar heb je heel veel basisscholen. Bij de ene basisschool komen er nog steeds meerdere sollicitanten op één vacature. En een andere basisschool krijgt geen eens de 4 dagen met elkaar meer rond. Nou, volgens mij kunt u daar alle beelden bij voorstellen. En dat betekent wel dat ik, toen ik zat te luisteren, eigenlijk geneigd ben om aan zo'n 10 bouwstenen een soort fundament eigenlijk eronder zou willen leggen. En ik die iets zou moeten luisteren. Maar het eerste wat we natuurlijk aan moeten bouwen, is dat wij zorgen voor leraren, voor alle leerlingen. En in het bijzonder voor de leerlingen die het hardst nodig hebben. En dat lijkt me een fundament wat we mee moeten laten lopen in de lerarenagenda. Maar volgens mij staat, ik heb het boek ook nog niet helemaal uit. Maar ik kan me bijna niet voorstellen, Mark en Frank kennende, dat er over sociale ongelijkheid ook niet iets staat. Maar ik denk dat we dat met elkaar moeten willen vasthouden. Dank je wel. Dankjewel, Geert. En dan nu het slotwoord, dankwoord aan jullie, Frank en Mark. Frank. Ja, 5 uur is de eindtijd, hè? Dus ik moet opschieten. ik heb nou niet ook iets langs voorbereid, maar ik wil wel dank uitspreken voor 4 mensen in bijzonder die ik dan met wie ik veel heb samengewerkt. En daar ben jij eentje van, Patrick. Dus ik heb na afloop, ik wil dat niet, heb ik nog een klein presentje voor de 4 mensen uit Maastricht meegenomen. Dus het moest klein zijn. Patrick heeft eigenlijk van begin af aan bij je betrokken geweest. We hadden het net even over je startdatum. Dat was net voordat wij met de leerstoelen begonnen. Heeft eigenlijk heel vaak gemodereerd op een manier, zoals ik het zelf nooit zou kunnen. Je bent ook heel goed ingewijd in de sector en dat was ook in je moderatie goed te merken. Dus veel dank daarvoor. En ook Loes Hodemakers, waar zit ze nou? Kijk, typisch, Loes is altijd op de achtergrond. Loes heeft ons ook met alle afspraken, met al het regelwerk heeft zij voor ons gedaan. Maar ook een hele, voor Mark en mij, maar ook heel duidelijk structuur gegeven aan al onze werkzaamheden. En ze wist ook altijd heel goed waar het over ging. En dan heb ik natuurlijk nog met 2 mensen veel samengewerkt met Ruud de afgelopen jaren. Dat is altijd heel concrete inbreng van jou, hele praktische inbreng. En ook wil ik je hartelijk bedanken. We hebben altijd heel prettig samengewerkt. En met Mark uiteindelijk, veel dank voor Mark. Je kunt wel zien in onze presentaties dat wij een hele verschillende manier hebben van dingen benaderen. Dat was van begin af aan was dat duidelijk. En de luxe voor mij was dat ik kan heel erg op iets inzoomen en alles wat ik vergeet. En nog veel meer, dat bespreek jij naar de hand altijd. Dus dat was altijd de luxe voor mij. En we waren dus heel complementair. En we hadden ook een andere manier van onderzoek doen natuurlijk. Ik wil ook bedanken voor onze samenwerking. Verder nogmaals dank aan Fond en Alida dat jullie hier waren vandaag. Zeer gewaardeerd. En ook veel succes gehad met de resterende leraren, hoogleraren in de Stichting Leerstoelen. Dat was het. Dankjewel. Mark. Nou ja. Kan ik even die slides nog terug?
Frank, dank je wel voor de hele mooie woorden. Zeker de wederzijdse samenwerking. Kijk, eigenlijk dacht ik zelf bij onze selectie van hoe kunnen ze het voor elkaar krijgen om twee mensen die relatief hetzelfde profiel te hebben te selecteren. Dat vond ik zelf echt een punt, maar dat heb ik natuurlijk niet gezegd. En nu blijkt dat in de praktijk allemaal heel anders uitgepakt te zijn, dat is maar goed ook. We hebben allebei economie gestudeerd, we zijn allebei ongeveer even oud, het scheelt een paar weken. We hebben allebei 3 kinderen, nou ze zijn er heel veel overeenkomsten. maar we hadden afgesproken in het begin, jij doet meer de kwantitatieve kant, ik meer de kwalitatieve kant. Hoewel die ook niet altijd te scheiden zijn. En ik ben zeker blij dat we altijd een heel open gesprek hebben kunnen voeren samen. Ik wil heel graag even die slides terug. Kan dat of niet? Of zitten die hiervoor? Oh ja, gaat goed. We hebben 3 taken als hoogleraar in deze setting van het COP. 1 dag in de week, dus Halbe Zijlstra investeerde 1 miljard. En had toen nog een cadeautje over, we doen 1 dag in de week, 2 hoogleraren. Nou, mooi. Eerst is onderwijs, 2e is de onderzoeksagenda en de 3e is het maatschappelijke debat voeren. Even over het onderwijs. In Tilburg met name, ik heb meegedaan aan de masteropleiding voor onze juristen in arbeidsrecht. Was zeer leuk om te doen met Ruud Muffels, maar met name het programma MOM, Markt, Overheid, Middenveld, wat ik de laatste 6 jaar heb gegeven met Ton Wildhagen, ook een aantal keer alleen, was voor mij een fantastische ervaring. Dus ik wil Ton en Meike Houwers heel, ga ik ook apart nog doen, zeker daarvoor bedanken. En het onderwijs geven was voor mij altijd, in al mijn vorige functies ook, in het publieke onderwijs een bijdrage leveren, ontzettend belangrijk. En ook de legitimatie voor wat ik doe. We begeleiden nog Kees en Hartog, Mark van Meulen en ik als PhD. Een student, dus dat is heel goed. Mariette is hier in de zaal. Mariette Amzing, met wie we hebben samengewerkt. Super fijn dat je er bent, Mariette. Mariette heeft een hele nieuwe professie ontwikkeld in de laatste tijd. En we hebben net een aantal tekeningen gemaakt voor de ROC's hier in Zuid-Holland. Die hun helpen om een leven lang ontwikkelen, strategieën verder te brengen. En super fijn dat je er bent en dat je ook altijd met ons hebt samengewerkt. Het tweede onderwerp is het onderzoek. We hebben natuurlijk in ons boek heel veel weergegeven, maar eigenlijk nog lang niet alles. Dat klinkt een beetje raar, maar ja, zo is het gelopen. Ik vertelde over die onderzoekswerkplaats die we hebben gepersonaliseerd leren met ICT. En Marijke Kral en Pierre Gorissen, John Schobbe, wil ik daar ook heel erg voor bedanken, omdat ik met hun ontzettend veel heb gedaan op juist dat vraagstuk. Maar we waren met de hele groep en met studenten en met docenten van 5 ROC's. Ik had ook de onderzoekswerkplaats van Kennispact 3.0 in Noord-Brabant. Dat is eigenlijk niet ver gegaan, maar vorige week gaf ik een lezing in de Koningszaal bij Koning Willem I. En toen zag ik in één keer iedereen weer terug. Dacht ik, hé, hier is superveel te doen. Het programma over Youth and Employment. En ik had het ook even over de SER-Brabant. De visiestukken die we hebben gebracht. En natuurlijk het werk de laatste tijd in verband van de sociotechniek met Onno Hans Notenboom. Met Max Hoefijzers, met Hans Timmerman ook, met Jan van der Pol en met anderen. Dus die wil ik daar ook zeker voor bedanken. Dan de discussie. Jullie zien, ik ben nog gepersonaliseerd leren, ronden we af. Taken, rollen, docenten ook. En dan hoop ik natuurlijk die sociotechniek verder te brengen. En als je de enquête wil invullen, moet je zeker die vakmensen en vertrouwen monitors invullen. Het debat. Het maatschappelijk debat. Misschien is dat wel de belangrijkste bijdrage die we geleverd hebben. Ik weet het niet zeker. Er wordt overal onderzoek gedaan. Er zijn ontzettend veel onderzoeksbureaus. Maar ik denk eigenlijk dat het bijdragen in de publieke ruimte dat heel relevant is geweest. In allerlei vormen van lezingen. Bij het COP heet het Speaking Truth to Power. Wildavski. En het is een belangrijk begrip. En ik herhaal het ook. Ik zag het zelf staan in een vacature. Ik ben een beetje aan het solliciteren. Bij een ministerie stond Speaking Truth to Power. Vond ik interessant. Binnen het departement. En ik heb ook een hoofdstuk geschreven over de coronatijd. En het is belangrijk, denk ik, om dat even te memoreren. Want de coronatijd die is geweest en die heeft op een diepe manier ingegrepen op allerlei dimensies van onze samenleving. En dit is de laatste alinea uit ons boek. Die alinea die heb ik niet zelf geschreven, die heb ik eigenlijk geleend van collega's met wie ik in de coronatijd ben opgetrokken. Deze komt met name van het initiatief tot vorming van een docentencollectief
op de universiteit, professor Sascha Kersten in Twente. En het belang namelijk om een open en kritisch, onafhankelijk wetenschappelijk gesprek te voeren met elkaar over wat er gaande is in onze wereld. Ik denk dat dat ontzettend van belang is, om dat nog een keer te memoreren. En ook dat we het onderwijs daarvoor bij uitstek moeten benutten. Er is een hele discussie gaande natuurlijk over de lockdowns en alles wat er is gebeurd. Er zijn beslissingen genomen waarvan we de gevolgen niet konden overzien. Ik heb geprobeerd dat te ordenen. Het heeft maatschappelijke impact gehad, maar het belang van het verdedigen van onderwijs als een unieke en onvervangbare plaats voor educatie, dat wil ik graag nog een keer uitspreken. En het vertrouwensbegrip wat we dus hebben in onze leerstoelen, in de discussie ook met andere hoogleraren, dus wat is de waarde van publiek vertrouwen? Vertrouwen, mensen, is het resultaat van het model wat ik dus straks liet zien. Dus die sociotechniek is vertrouwen niet een input, maar een resultaat. En dat wilde ik graag toch nog één keer naar voren brengen. Dus veel dank, Ruud, dat je het mee hebt uitgeschreven ook. Robin, die daar zit, voor onze verkenning. De honderden studies die we doorgeploegd hebben over de lerarenagenda. Philip, dat je ons altijd hebt gesteund. Ook mij een keer hebt gesteund toen het even nodig was. Patrick, onze vriendschap die ontstaan is. De reizen die we gemaakt hebben. Altijd de besprekingen. 'S morgens vroeg of 's avonds laat, als er even iets was. Natuurlijk Loes, als verborgen kracht. Want daarom is dat boek er gekomen. En natuurlijk in het bestuur van de leerstoelen, Geert, in jouw naam. Zeer veel dank iedereen en Alida en Fons voor jullie aanwezigheid hier. Zeer veel dank. Nog één woord. Vul graag die enquête in. We weten niet wat we niet weten. Dank je wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van onze bijeenkomst. Wil ik iedereen danken. En met name in het bijzonder de hoogleraren, het departement en ook het bestuur van de Stichting Leerstoelen. Ik wil u allemaal bedanken hier in de zaal en de mensen thuis. De mensen thuis krijgen morgen via een link het boek digitaal in de mailbox. De mensen die hier zitten, voor u straks een borrel, krijgt u ook het boek mee. Het is een bijzonder moment, want we sluiten ook echt de leerstoel af. Wat ik persoonlijk ook heel bijzonder vind. Want na 10 jaar, hè, jullie zeiden het terecht, we hebben er ontzettend veel van genoten, veel gedaan. Dank jullie allemaal wel. Dank voor uw aanwezigheid. En wij spreken elkaar. Dank.